Ik denk, als ik mijn vader op dat moment niet had, was ik een heel ander persoon geweest. Nu was ik heel koud en heel boos en heel gewoon negatief tegen andere mensen. En oh, ik ga zelf tranen door krijgen. Hey, in elke aflevering behandelen we de liefde in verschillende vormen vanuit verschillende angles. En wat we vandaag gaan doen, vind ik leuk. Want ik heb twee speciale gasten die met mij zijn komen chillen. En toen ik hun een paar jaar geleden voor het eerst online zag, wist ik meteen waarnaar ik keek. Dit is pure liefde wat wordt gedisplayed tussen een vader en een dochter. Tussen al het getreiter, ergernissen en discussiëren zag ik dat pure liefde. En dat wilde ik in Gilly's Love Line. En dat heb ik. En daar ben ik nu al dankbaar voor. Nette en Appa. Welkom in Gilly's Love Line. Dankjewel. Leuk dat je er bent, Mimang. Ja, leuk dat je er bent, Sisa. Ja, man, want dat is echt hoe ik dat ervaarde. Wat ik me afvraag net, want jij was die visionary volgens mij. Ja. Die dacht van, weet je wat ik ga doen? Ik ga deze grappige man online gooien. En heb rek gedrukt. En dat is een heel dingetje geworden, of niet? Heel ding geworden. Is dat zo gegaan, zoals ik het omschrijf? Ja, we waren boven gegaan. Mm-hmm. Ik was dus boven en hij kwam van de winkel. Dat was onze eerste film, If You Know, You Know. En als je zegt If You Know, You Know, is dat de Madness Gang? Dat is day one. Want net hoe Beyoncé de Beehive heeft, yeah, Rihanna de Navy. Heet jullie ding? Heet de Madness Gang. Yes. Ga verder. Nou, waren we, hij kwam dus van de winkel en hij had zoveel losgeld. En met zich ging dus lastig van omdat hij steeds moest tellen. Dus ik denk, ja, hij is zo woest, laat me dit even filmen. Want als hij boos wordt, is altijd grappig. Hij kan geen Nederlands, hij kan geen papiment, hij kan gewoon niet praten. Hij kan appa's, hij praat appa's taal. Juist. Appa taal. Ja. En zo heb ik hem opgenomen en op Facebook gezet. En die was gewoon viraal gegaan. Een bam en daar begonnen. Ja, en waren de mensen zelf die zeiden, jullie moeten echt een page maken, want jullie zijn zo grappig. Ja. Toen had ik dingen op Snap gezet en zo is het vanzelf gegaan. Kijk, zie je? Dus je bent een beetje erin gerold. Eigenlijk gedwongen. Ja, een beetje wel. De people asking, dan moet je. Ja, ze vonden hem zo grappig. Maar appa, ik heb ook een van die eerste filmpjes gezien. Was dat iets wat je gelijk voelde? Of je erger je ernaar van, waarom film je me de hele tijd? Ja, echt. Ik zei, je moet stoppen met die film. Ik ben geen klant van jou. Ik ben film al die tijd. Ik was echt boos, hoor. Ja. Ik ben nog steeds boos. Ik zie je nog steeds boos zijn in 2022. Ja, na die corona, met die corona, achter in de quarantaine. Altijd, ze maakt me boos. Ja. Maar is een liefde boos? Ja. Dat is het bedoel. Want zoals ik zei, misschien had jij dat niet 1, 2, 3. Door, maar misschien door de reacties van mensen, zag je ook meteen van, hey, die mensen kunnen niet alleen om ons lachen, maar zien ook de liefde. Want ik ben niet de enige die dat ziet. In het begin was het niet liefde. Hoor. Gingen ze jou aanvallen? Dat ze dachten van, wat zit je vader nou te pesten? Ja, en toen ging mijn broer meestal reacties lezen. Maar hij zei, broer, dit het is, hoef ik het niet te doen, hoor. Ik zeg, nee, dit ga ik echt. Hij zegt, nee, je moet er niet op letten. En veel mensen zeiden ook, net, let er niet op. Je bent echt goed bezig. En oh, gelukkig was je broer. En daarna kwam de liefde, ja. Want die comments zouden je bijna dus, dat je zegt, weet je wat, ik doe dit niet meer. Ja, je moet echt sterk zijn voor die comments. En toen die tijd, ik woonde ook pas bij Appa door gebeurtenissen. En toen die tijd was ik ook erg kwetsbaar. Dus alles raakte me heel hard. En toen dacht ik, nee hoor, ik ga dit niet doen. Ik was een hinderlijk en waarom ben ik gemaakt en bla. Ze waren ze gaat ver. Dat is makkelijk achter de computer. Ja, maar dat heb je nu door, toch? Nee, toen dacht ik, laat me gaan. Het is niks persoonlijk, het zegt meer iets over hun. Ja. Dan over jou. Maar dat heb je nu inmiddels door, neem ik aan. En toen was die liefde gekomen en toen dacht ik, ja. En ook als ze ons zien, en het is alleen maar liefde. Alleen maar love, toch? Ja, want die mensen gaan niet naar je toe lopen. Zeggen, hey, waarom ben jij gemaakt? Ja, want dan ben je niet meer achter de keyboard. Dus ik ben blij dat je daar bent, inderdaad. Ja. Want je bent erin gerold. Dus je bent niet iemand die zegt, hey, ik wil fame, ik wil shine. Nee. Want dan is het verhaal, hey, dat komt erbij, hè? En dat moet je weten. Ja. Is je overkomen, je hebt het omarmd. Maar appa, jij dan? Want jij geeft dus aan, de omstandigheden kwam je bij hem terecht. Maar dan ga je hem ook nog filmen en online zetten. Ja. Hoe ervaarde jij dat toen? En hoe ervaar je het nu? Oké. Wat ik ervaar toen, ik kwam van werk. En veel mensen beginnen te zeggen, appa. Ik zeg, waarom net deze mensen? Wie zijn deze mensen? Ik ga gewoon niet op Facebook. Ja. Ik deed niks met Facebook. Oké. Ik had geen Facebook, niks. Ik had gewoon mijn telefoon. Ik had niet geen WhatsApp. Ik had gewoon een Samsung om iemand te bellen. Klaar. Ja. Zoals het eigenlijk hun, hoort. Ja, maar hun hebben die telefoon met WhatsApp en al die dingen. Juist.
En ik ga naar Amsterdam. Hé, Appa, mag ik een foto? Ik zeg, wat is dit? En dan toen iemand zei, kijk, je bier. Ik kom meteen naar huis bij haar. Ik zei, wat doe je? En heb je op rek gedrukt toen hij meteen naar huis kwam? Jawel hoor. Zie je? Dacht ik al. Hij hoeft alleen maar voor de deur te komen. Ik weet dan het weet gelijk. Dit wordt de classic. Je ziet de manier hoe hij aankwam. Je weet het gelijk. Ja. Dan ze blijven. En dan... Soms ben ik echt normaal, willen we mijn rust. En ze komen echt... Kijk, mijn dokter heeft wel vrienden. Uh-huh. En vriendinnen, weet je. Maar ik ben alles voor haar. Ja. En zij ook is alles voor mij. Met mijn andere kinderen ook. Tuurlijk, ja. Maar wij zijn een team. Mm-hmm. We zijn echt een team met elkaar. We zitten soms aan de tafel en we praten van alles. Mooi man. We praten van alles. En als iets fout gaat, zij weten hoe ik word. Ja. Nou, hoe ziet dat eruit als iets fout gaat? Hoe word je? Hij wordt goed boven. Ik zie het al in je blik. Ja, ja. Sommige mensen vragen van, soms ga je te ver. Ik zeg, nee hoor, ver heb je nog niet gezien. Ik heb geen grenzen. Nee. Ver neem je niet op. Nee, nooit. En de liefde is, net als in Engels, we have nice love, good love, and tough love. Okay. Dat nice. Tough love is de liefde dat je geeft wanneer je echt zorgt voor iemand. Ja. And that is the love that you give, that you, I'm love. It's the liefde that you give, that you, ik wil dat je niet fout doet. Juist. En dan moet je streng zijn. Ja, en je moet streng zijn. En wanneer je streng bent, zeg, luister. Mm-hmm. Ik doe dit omdat ik hou van jou. Juist. En dat raakt de hart van die persoon dat je praat een beetje tof. Ja. En zo ze weet, epa, doordat deze man me veel hield van mij... Ze wil niet fout gaan voor mij. Ik ook ga het goed doen, omdat ik heb liefde over hem. Juist. En dat kwam die hart. Ja. Want jij zei, en tough love heb je dus genoeg meegemaakt. Ja, dat heeft je gevormd waarschijnlijk, de vrouw die je vandaag bent. Ja. Er zijn ook andere kinderen, die hou je ook natuurlijk van. Heb je ook een band mee. Maar ben jij dan diegene waarmee die band het sterkst is? Want dat heb je gewoon bij je. Ik zeg nee. Nee. Want er is nog een zus van mij. Ze heet Naomi. Mm-hmm. En zij woont in Amerika. Maar als ze samenkomen... Dan, was zij dan moet je even op de background netten. Dan ben ik... ja. En er is ook eentje in Sint Maarten. Hij is nog niet gekomen. Is Angelina. Uh-huh. Zij ook is een andere. Okay. We hebben allemaal onze eigen band met hem. Laat me het zo zeggen. Oh, mooi. Ja. Niemand is hoger dan niemand. Maar kijk, ik woon in Nederland met hem. Dus als we naar Amerika toe gaan, naar Sint Maarten. Hij moet even zijn tijd met hem, want het is maar tijdelijk. Dan gaan we weer terug. Ja. Maar niemand is hoger dan niemand. Maar nee, sowieso niet. Jullie hebben wel een speciale band. Ja, we hebben wel een speciale band. Ja. Maar zussen zeggen ook... Wij hadden dit nooit kunnen doen met jou. Ja. Oh, want jij bent de jongste. Ja, ik ben de jongste. Oh, baby. Ja, ik ben de baby. Zij alleen heeft een vader. Ja. Ik weet niet of je pak slaag uitdeelde, maar als je pak slaag uitdeelde, dan heb jij de zachtste klappen gehad waarschijnlijk. Nee. Oh, nee, niet. Oh, jij zegt ja, hij zegt nee. Nee hoor. Nee. Maar zij zegt maar, het stelde niks voor. Zij het duurde even. Ja. Ja. Maar ik kreeg wel, maar ik kreeg het niet zo snel als Want ik ben ook de jongste. En voordat mijn ouders de tijd hadden om bij mij te komen, waren ze moe om van die pakslag van die oudste, dan die. Ja. En dan kom ik en dan is de kracht een beetje eruit. Nee, hij had gewoon meer geduld. Ja. Bij mijn zussen waren het 1, 2, 3. Bij mij was het 1, 2, 3, 4. Even, ja, zie je een beetje dat. Maar ik kreeg ook wel. Ja. Nee, maar dat is dus die tough love, onderdeel van die tough love. Om jou waarschijnlijk op het rechte pad te houden. Ja. Ja. Want wij zien natuurlijk alle gelach en zo tussen dochter en vader. Maar jullie maken ook van alles mee. Ja. Toch? We koken samen. Jullie koken samen? Ja, we koken samen ook op zondag soms vroeger. Maar deze laatste maanden, we waren niet aan het veel. Omdat door die ziekte, we hebben een beetje gestopt. Welke ziekte? Ik ben daar niet van. Welke ziekte? Ik heb een operatie gedaan. Oké. Okay. You look healthy. Ja, ik voel healthy wel, maar ik moet een beetje... Relaxen, rustig aan. Ja. En dan kom ik niet terug met al die liefde van al die mensen terug. Ja. Mooi man. We willen gewoon eventjes
Laat die mensen een beetje honger voor die liefde. Juist. En dan gaan ze krijgen plus toetje liefde. Toetje liefde. Hé, hey, die ga ik... Toetje liefde, die ga ik bij die vrouwen gebruiken. Toetje liefde. Ja, omdat zie je? Ik ben dat is apataal. Toetje liefde. Toetje liefde. Je snapt het gelijk. Hé, ik ga hem anders inzetten. Ja, die vrouwen toetje liefde. Ja. Hé, maar kijk, ik had het net erover. Want je zegt, ja, je dacht, wat doe je nou? Je vult me, je hoort, je loopt op straat, appa, appa. Je weet niet wat gebeurt, je hebt geen Facebook. Maar op een gegeven moment... Kun je het waarderen, neem ik aan. Want ik zie je lachen als je erover praat. Ja, ja, ja. Waar had je door van, hey, wacht even, ik zie wat dit is. Ik kan dit, ik vind het leuk. Toen, ik was in Amsterdam. Mm-hmm. En het was een kleine jongens en meisjes. Rennen naar me toe. Ja. En eentje was aan het huilen. Omdat ze moeder, oh, kijk, nee. Leuk. Kijk, dat is leuk. Zijn moeder was zegt, nee, je gaat niet foto maken. Ze zei, nee, ze mag wel. Mm-hmm. En al die kinderen komen mijn foto maken, omdat... De liefde dat we brengen is positief. Juist. Maar ik wist het niet. Het was zo. Mensen nemen het ook echt van de hart. Hè? Mensen echt komen en zeggen, vraag alsjeblieft, gaan jullie terug. Ja. Zit thuis laaf. En jullie zijn zo geweldig. Appa, je bent zo geweldig. Mm-hmm. Nette, je bent alsjeblieft. Ze echt vraag, hoor. Ja. Vraag net als ze wil echt net als een... We zitten in RTL 7. Veel zeiden dat ook. Programma. Echt op tv komen. Ja, ze wil echt. Oh ja, ja sowieso. Ja, maar niemand was ooit bij ons gekomen. Of nee, hoeft ook niet, want jullie doen jullie online dingen. Ja, en dit is nog dan helemaal in controle van jullie. En misschien moet dat zo zijn. Ja, moet dat zo want zijn. Want jij bepaalt hoe we eruit zien. En nu voelt het lekker aan. Ja. Begrijp je? Voor het geval dat je nog nooit hebt gekeken naar Nette en Appa... of Nette Madness, hè, zo je het zelf noemt. Je moet dat checken. Want veel entertainer dan elke reality show die je kan zien op de televisie. Realness, de vader en dochter... die elkaar, nee, jij bent hem aan het treiteren, jullie zijn aan het discussiëren, maar als je daar doorheen filtert, zie je gewoon, dit is pure lobby. Ja, zeker. Dus dit is mooi, mooi, mooi. Mensen lachen veel van die films, ja. Maar ik zei het al, getreiter en dit een beetje ruzie. Onderweg naar hier, hebben jullie vandaag al je eerste ruzie ergens gehad, Moed? Ja, tuurlijk. Standaard, ergernis ergens. Standaard. Hij wil praten in de auto, ik hoef niet te praten, het is te warm. Jij wil rust, Maar ik heb de AC aan, de airco aan. Hij wil zingen, hij wil rappen. Hij wil praten. Nee. Ja. Ik ben op de snelweg. Iemand moet me toch... Entertainen, toch? Je verveelt je. Nee, rit is lang. Ja. Nee. En dan zit daar te slapen of... Make-up. Ja, wat is dit? Ja. En ik moet zo blijven. Nee. Ja. Wie ben ik? Jouw chauffeur? Ja. Ik ben Bob. Bob. Ik luister aan Bob Marley muziek. Ik zing Bob Marley muziek voor je, maar ik kan het niet waarderen. Ze kan het niet waarderen. Vervelend, hoor. We hebben het hier over de liefde. Mm-hmm. Focus ligt op vader- en dochterliefde, maar liefde is breed natuurlijk. Want jullie zijn... Hey, ik krijg trouwens best friend vibes van jullie. Klopt dat? Ja, is mijn best friend. Is jouw best friend. Ik vind dat zo leuk. Dat is mijn best friend. Ja, dat is mijn best friend. Omgekeerd ook of is dit eenzijdig? Nee, ik bel hem. Moet ik iets? I love it, man. Ben ik ergens verdwaald? Ik bel hem. Ja. Kijk, I don't have nothing against friends, maar ik heb mijn poosje al meegemaakt. Ja. Dus wat ik geleerd heb is... Mijn vader is mijn bestie. En hij is mijn vader wanneer het nodig is. Dus jij praat uit dingen die je hebt meegemaakt. Ik praat uit dingen wat ik heb meegemaakt. Ja. Dus hij is gewoon... Ik heb gewoon mensen waarmee ik chill, gewoon maar een bestie. Hij is het. Die unconditional love dingen. Iemand die je niet laat vallen. Bestie is een sterke titel wat je iemand kan geven. Dat geef ik niet makkelijk weg. En toevallig is dat je vader. Dat is bij jou het verhaal. Mooi man. It's a beautiful thing. Jij zegt, oké, aangezien hij je bestie is, kan je dan van alles met hem bespreken? Jazeker. Kan je over guys praten met je vader? Oh ja? Is daar dan gewoon open voor? Jazeker. Echt waar? Jazeker. Is dat sinds vroeger al zo? Jazeker. Mijn eerste vriend is toestemming gaan halen met mijn vader. For real? Mag ik met jouw dochter gaan? Ja. Oh, wauw. Ja, en als wij problemen of ruzie hadden, bij mijn vader kom ik aankloppen. Hé, mijn vader, hè? Ja. Hij is een man. Ja, hij kan je precies zeggen wat mannen denken of hoe mannen zijn. Ja, ja. Dus ik heb het liever dan bij hem, dan word ik gepleet of zo.
Ja. Een stap voor. Mijn vader had me al gezegd van luister, dit, het kan zo en zo zijn of het kan zo en zo zijn. Maar ik kan me voorstellen dat appa intimiderend overkomt op bepaalde... Nee. Niet? Nee, dat lijkt maar zo. Dat is wat ik krijg. Dus mijn appa is gewoon een hele lieve man of zo. Ik geef haar de toekomst van wat gaat gebeuren. Ja. Hij is wel heel... Hij laat me... Hij zegt me niet van nee, moet je niet doen of bla bla bla. Hij is niet zo streng geweest. Nee. Wel tot een bepaalde leeftijd van pas op met je. Want je had het over tough love. Dat zal het op dit gebied helemaal belangrijk zijn. Ja, toch? Als het dan komt op mannen. Ja, zeker. Maar hij was niet zo van... Hij is niet zo van... Ik heb niet veel vriendjes gehad. Ik heb met mijn eerste vriend had ik 10 jaar lang mee. Dat is mijn dochters vader. Okay. En dat kan ik zeggen. Dat was mijn eerste serieuze relatie. Mm-hmm. En hij kwam dus bij appa. En ik ben nooit tussenuit geweest. Dus ik was alleen maar met hem. Okay. Dus ik heb niet echt veel meegemaakt in een mannenleven. Gelukkig. Want kijk, mijn vader leert me van alles. En het heeft gewerkt dus. Al die advies en al die tafel. Ja, ik heb het gelijk ook, goed gedaan. Bij die andere dochters ook hetzelfde verhaal. Dat doe je goed, de appen. In deze tijd ook. Waarin... alles is mogelijk natuurlijk. Iedereen heeft een andere opvoeding en eigen manier van je leven leiden. Dat ik leer, maar dat hoor je niet meer zo vaak. Nee, dat hoor je echt. 10 jaar een relatie. Ja, mijn eerste vriend. Ik leer de meisje ook zeggen, je moet independent zijn, hoor. Ja. Niet afhankelijk zijn van een man. Nee, werk hard, doe wat je moet doen. Ja. En zorg dat je moet niet vragen. Als je hebt 5 euro nodig, zorg dat je hebt 2,50. Vraag voor 1,50, zo je krijgt 5. Juist. Toen ik zwanger werd, was ik echt bang om tegen hem te zeggen. Was ik echt bang. Ja. Ondanks je al een relatie had waarbij die best open was? Ja, maar wij hadden een belofte. Ja. En dat was voor het trouwen geen of zo? Kinderen, trouwen. Nee, dat is ook niet dat was het niet echt, maar hij wou echt dat ik mijn school ging afmaken. Dat niks, maar dat ook niks en niemand voor mijn school kwam. Ja. En die belofte heb ik soort van gebroken, want ik werd zwanger toen ik verder naar school ging. Ja. En, ik had verwacht dat mijn zwangerschap heel makkelijk zou zijn. Ik kan ook gewoon zwanger schijnen, naar school gaan, stage. Nou ja, God had het heel anders voor mij ingepland. Juist. Ik was heel ziek geworden, waardoor ik van school weg moest gaan. Mm-hmm. En ik denk dat het de eerste keer dat ik appa echt heb teleurgesteld. Ja? Ja. Maar toch, het was goed gegaan. Ja. Omdat uiteindelijk toen, is het goed gekomen. Ja, toen was zij dacht dat ik was echt boos. Ja. Ik zeg nee, welkom to moederdag. Ja. Dus je had wel gelijk door van... Weet je, want je bent doodsbang dan. Want dat was het enige wat hij vraagt. Of tenminste iets wat hij belangrijk vond. Hoe ga ik hem benaderen? Dus had je al verrast met zijn reactie? Nou, hij was thuis. Ik zeg, appa, je moet even zitten. Ik moet wat aan je vertellen. En hij had net wijn gehad. Ik zeg, schenk even een glaasje wijn in. Ja. Dus hij nam net een slok. En ik zeg, appa, ik ben zwanger. En nou, de hele wijn ging achterover. De hele wijn ging achterover. Ik zeg, wat? Ik zeg, ik ben zwanger. Ja. En toen gingen we even zitten praten. En van plan gemaakt. En zodoende... Heb ik die plan wel aangehouden, heb ik mijn school verder afgemaakt. Hij gaat bovenkamer schoonmaken, klaarmaken, zeg je, kom hier. Dan. Hij moest even zijn moedmoment hebben. Ja. En is hij dus er wel over wacht, ik kom. Ja, hij moest even teruggetrokken. Ja. Oh, dope. En zo is het verder goed gegaan. Ja. En maar school, dat heb je dan ook niet meer afgemaakt? Ja, ik heb alles afgemaakt. Oh, dat heb je alsnog afgemaakt? Tuurlijk. Respect. Ja. Mijn dochter was 2 maanden. Nou, dan is het toch, dat bedoel je met, is toch goed gekomen? Ik heb haar veel geholpen. Oké. Ik heb haar veel geholpen en plus... ze hebben beloofd, appa, ik ga het maken. Ja, hoe dan ook. En zij hebben het de tijdlijn is misschien een beetje anders, maar ik ga mijn diploma halen. Hey, you did it. Hey, weet je kinderen kan fout doen. Mm-hmm. Als je het hard pakken, ze gaat nog steeds fout doen. Ja. Je moet laten weten dat het is oké om fout te doen. Ja. Laten we praten erover. Omdat als je... Die moment, je moet zijn voor die kinderen. Op dat moment inderdaad, want jij dacht, hij gaat helemaal gek worden. Ja, die moment dat je bent, ze zijn fout. Ja. Die moment moet je daar zijn. Juist. Omdat ik wil weten ook waarom. Mm-hmm. Wat was fout gedaan, zo ik ook kan leren. Ja, goeie. Nu, als zij bij mij komen praten zo, ja. En ze ben, je bent zwanger, niet iemand anders laat me weten, dat is iets anders. Juist. Zo, je komt bij mij... Ik neem mijn tijd en ga denken, hoe ga ik dit oplossen? Ja. Omdat mijn dokter heeft me nodig nu. Mm-hmm. Niet van naar huis gaan. Nu moet je haar binnenbrengen om te helpen. Omdat als je buiten zet met een buik, school,
ziek. Van alles inderdaad. Van alles. Je hebt een kind dat wordt ziek van binnen. Juist, al is het alleen die stress. Ja, ja. Je moet niet denken, hoe kan ik helpen om een gezond kind op de aarde te brengen? Ja, zo mensen denken het niet. Maar dat is waarschijnlijk waarom jij toen zei met die boodschap kwam, je terugtrok. Ja. Let me collect myself. Ja. Juist. Want jij had, wacht even, dit is de situatie. Ja, dit is de situatie, omdat ik wil een gezond klein dokter. Juist. Een klein kind. Juist. En je wil ook niet met negativiteit. Ja, nee. Omdat je kind laten geboren. Een kind geboren, soms mensen weten het niet. Hè? Mm-hmm. Meer liefde en zacht wanneer je bent zwanger. Je kind komt gezond. Klopt, geloof ik wel, rustig. Geloof ik zeker. Ja. Als je rookt. Zo gespannen. Juist, in gespannen situatie. Zo, juist. Het maakt die kind ook, omdat die kind is een deel van je leven. Is een deel van juist. Je lichaam. Ja, zeker. En wat moet je doen? Je moet echt die tijd, je moet daar zijn voor je kind. Of kan je vrouw ook zijn. De tijd dat je vrouw is zwanger, mm-hmm. dat is de tijd dat je moet liefde, extra liefde geven aan je vrouw. Maak je vrouw geen pijn. Juist. Omdat je maakt niet alleen één persoon pijn, maar je maakt twee personen pijn. Ja. En dan te bedenken dat er vrouwen zijn die in hun eentje een hele zwangerschap moeten... Ja, dat is hard hoor. Soms krijg je kinderen geboren met bepaalde afwijking. Of dat nou lichamelijk is of geestelijk. Omdat die thuis rust niet. Hè? Ja. Omdat, alleen maar gestresst. Ja, je wordt boos, de kind wordt gestresst. Ja. Ze moet rustig doen. Probeer alles dat fout gaat toen je vrouw is zwanger, zet ze achter de rug. Omdat wanneer een vrouw is zwanger ook, is veel vervelend. Ja, het is niet het moment voor al die... Het is niet het moment om dit te krijgen. Ja. Dus dat geldt ook voor als een vrouw per ongeluk zwanger raakt. Ja. Maakt niet uit wat de situatie is dat degene... Want zwanger worden doe je samen. Ja, je moet alles loslaten en probeer... Liefde voor die vrouw op die moment. Alles moet je loslaten. Mooi man, appa. Jij komt hier binnen. Jij zit tegen mij. Jij bent Dr. Love. Ja, en ik denk, hey, deze man wil met mij concurreren. Maar ik denk dat je gewoon gelijk hebt. Ja. Jij bent Dr. Love. Ik ben Dr. Love. I am Dr. Love. Dat is een beautiful thing. Nee, mooi. Maar wat ik nog even kort wil vragen is... Want jij dacht dat zijn reactie anders zou zijn. Mm-hmm. Hoe lang heb je daarmee gezeten voordat je zei... En nu ga ik het hem vertellen. Dus hoe lang heb je lopen stressen? Eigenlijk wou ik hem heel anders vertellen... Maar zoals ik zeg, ik heb bepaalde dingen meegemaakt. Mm-hmm. Wil je dat delen wat je hebt meegemaakt? Ja, ik ga het wel delen. Toen ik zwanger werd, had ik dus nog tegen niemand gezegd. Maar er was dus iemand die het op Facebook had gezegd van... Ja, net iedereen weet dat je zwanger bent. En dat was op Facebook gezet. En ik dacht, ja, nu moet ik hem vertellen. Oh, want straks hoort hij het van... Ondanks dat geen Facebook heeft, het bereikt hem. Ja, ik denk, straks gaat iemand tegen hem zeggen. Vals, by the way. Juist, dat is heel vals. Ja. Maar we hebben het wel goed gemaakt daar niet van. Oké. En ik dacht, ja, nu moet ik hem zeggen, maar ik wil niet dat hij het via hoort, want dat moet gewoon niet. Ja. Dus zodoende heb ik hem dezelfde dag, ook van die post, had ik hem gewoon gezegd van, luister zo en zo, ik ben zwanger en hoe zover ben ik? En, zoals ik zei, hij had zich even teruggetrokken, vroeg de plan, hebben we een plan gemaakt en had ik toen een begeleider genomen om mij verder te helpen met school. En was dat die tijd dat je bij hem inwoonde? Bij hem introk of dat was nog niet het geval? Ja, ik woonde nog bij Appa. Nog bij Appa, maar ik sliep ook heel vaak bij Mia's vaders huis. Ook heel vaak. Dus ik was heen en weer tieners ook nu doen. Met zo'n vriendje hebben, gaan ze daar slapen in een huis. Zo was het. En hij had ook een goede band met de familie. Maar was je tienerman? Ja, ik was 19. Oh, oké. Ik was net na mijn verjaardag zwanger en net voor mijn verjaardag bevallen. Oké. 19 zwanger. Je voelde je heel die volwassen chick. Ja, ik voelde mij heel vaardig. I'm ready. Nee, grapje. Ja. Maar zodoende is het gegaan. En toen had ik mijn moeder ingelicht en mijn zussen en iedereen was wel blij. Ja. Iedereen gefeliciteerd en nu? Oké. Nu is alles goed, toch? Nu is er zegen, blij, alles. Dat nu, is mijn dochter is de prinses, de koningin van het huis. Je kan haar niks zeggen voor papa. Nee. Dat is zijn leven, echt. Ik ben zomaar aan de kant geschoven. Ja, ze praat over je kleindochter en je begint te lachen van oor tot oor, appa. Ja. Ik weet niet als je dat door hebt. Ja, je bent mama nu. Ik heb nu een klein dokter. Ja. Yes, echt zijn alles. Ja, ik ben mijn klein dokter, echt. Oké, mooi.
Mooi, maar jij kan dus gewoon over van alles praten. Nadat, dan weet je helemaal van, ik kan appa echt alles vertellen. Ja, maar daarvoor ook. Daarvoor ook, maar dit was dan eentje die heel spannend was. Ja. Spannendste moment van je leven doordat waarschijnlijk. Doordat we een belofte hebben gemaakt, alleen daar. Oh ja, het ging om die belofte van je zou je school afmaken. Ja. Maar jij kan dus ook gewoon over guys praten, ook vandaag als een volwassen vrouw. Ja. Oké, heb jij wel zin om dat allemaal aan te horen? Ja, natuurlijk. Dat kan je handelen, dat jouw dochter met guys over jou kon praten. Ja, natuurlijk. Oké. Gaat dat diep? Ja. Ja, echt diep. Tot in alle details. Niet per se. Oké, want dat is wat ik nu dan voor me. Als ik zeg van, pa, ik heb deze jongen leren kennen en hij moet me meenemen uit eten. Kijk, dit is een foto en hier gaan we naartoe uit eten. En zo ga ik hem terug. En dan gaat hij zeggen, hoe laat ben je thuis? Nee, ik blijf daar slapen. Wat? ik kan gewoon met alles met hem praten. Oké, dat is leuk. Ik moet wel zeggen dat die glimlach is verdwenen toen ze over guys begon te praten. Dat moet ik wel zeggen. Hij wil wel dat ik gewoon voorzichtig ben met mannen. Want tegenwoordig mannen zijn op een andere tour. Ja, klopt. Hey, maar vrouwen ook, hè? Ja, tuurlijk. We zijn ook op een andere tour, hè? Ja. In 2022. Ja, vrouwen zijn gevaarlijk, hoor. Je ogen worden ineens... Ja. Je hebt ook ervaring, maar we komen bij jou, Dr. Love. We komen bij jou. Ik vind dat mooi. Dus dat betekent ook heartbreak. Alles kan je met appa. Ik heb mijn tranen gezien. Okay. Heb mijn tranen droog gemaakt. Mijn vader heeft me op de bodem gepakt. En eigenlijk tot wie ik nu ben, heeft me echt zien vallen. Dus we kunnen praten over alles. Appa, ik kan me voorstellen dat, want zij vertelde het nu hier. Misschien heeft ze dat nooit zo verteld, of wel. Maar in ieder geval, mensen zien die lobby. Ik ben ook benieuwd naar jouw DM's. Want tegenwoordig ben je wel op social media, dus je weet wat een DM is. Private message. Ja, private. Ja. Maar jouw message zullen ook wel spannend zijn, appa. Ja. Ik hoef er niet helemaal over uit te weten, maar ik wil gewoon je reactie zien. Ja. Maar toen ik zei die vrouwen van tegenwoordig, zeg ik, appa. Appa zijn DM, is spannend. Ik hoef het niet te zien. Ik wilde dat gewoon even droppen. Ja, ze zijn wel heftig, hoor. Ze hebben respect, hoor. Dus het is ook andere kant op. Hij praat ook met jou. Ja, tuurlijk. Oké dan. Tuurlijk. Dus niet alleen praten we over guys, maar ook over vrouwen. Oké. Ja. Ze zijn heftig. Heftiger dan die van jou. Ja, soms hebben ze geen respect. Zie je wat ik bedoel met vrouwen? Maar vrouwen ook. Sorry hoor. Vrouwen zeggen je straight up. Kijk, van mannen weten. Die zijn dom. Okay. Die zijn dom. Kan gewoon een dikpik ontvangen, gewoon zomaar. En één. Of twee. Maar vrouwen kunnen... Oh, twee. Ja. Maar vrouwen kunnen ook verrassen, hè? Ja. Ja. Op een positieve manier? Ja. Met een parachute manier. Oké, wacht even. Dan als we zo praten en appa is dan degene die adviseert en meningen geeft over. Want dat vraag je, hè? Kijk hier, dit is hè, wij gaan daar naartoe. Jij bent single. Mm-hmm. Hoe ziet de ideale man, volgens jou, de ideale man voor Nette? De ideale man van Nette. Ja, hoe ziet hij eruit? Wat moet hij hebben? Alles. Ah, ik moet hem eerst zien. Oké. Ik kan het niet describe. Hoe zeg je? Oh, dus er is niet, je kan hem niet describen, maar er is niet dus dingen waarvan je zegt, hij moet dit hebben, hij moet dat hebben, hij moet zeker... Als Nette vindt een man, dat kan twee dingen. Als ik aan Nette aandacht, drie dingen. Aandacht, liefde en vertrouwen. Ik weet zeker, die man heeft een goede vrouw. En die man... Dus als hij aandacht wil, liefde en vertrouwen, dan heeft hij Annette een goede vrouw. Ja. Oké, dat is mooi. En als hij echt een beetje een man dat is echt, hoe kan ik zeggen, enthousiast? Enthousiast. Een spontane man. Spontane. Ja. Oké, een spontane man. Niet een breken man, omdat als je bent te serieus... Met een vrouw, dat is echt een... Want zij spontaan? Ja. En dan je gaat breken. Nou, je kan dit niet doen omdat ik ben hier. Oh, dat bedoel je met breken. Ja. Dat is steeds remmen van, niet doen. Ja. Weet je waarom? Kijk, wij als mannen, als we willen succes worden in leven, achter ons moet een sterke vrouw zijn. Ja. Anders lukt het niet soms. Mm-hmm. Soms lukt het wel, maar een vrouw... Zie verder dan een man. Ik geloof dat, ja. Een vrouw zie verder dan een man. Ik geloof dat, ja. En een vrouw kan je leiden in goede pad en slechte pad. Mm-hmm.
Maar wanneer je een vrouw leidt in een slechte pad, omdat die vrouw wil je remmen en breken. Oké. Okay. Als je een vrouw leidt je aan een goede pad, omdat... Ze wil je zien groeien? Ze wil je zien groeien. Appa spitbars, by the way. En dat is de respect dat een vrouw geeft naar een man. Mm-hmm. Dat is niet liefde. Oh, dat is respect. Ook belangrijk respect. Het is belangrijk dat wij als mannen, dan moeten wij die vrouw liefde geven. Juist. Voor die respect. En waarderen, ja. Ja, en waarderen, ja. Inderdaad. En dan, je moet altijd brengen. Ja, mijn vrouw. Ja, mijn vrouw. Oké, okay, je moet, het, je moet haar representen. Weet je wat je doet? Je blok al negatief. Oké. Door dat neer te zetten. Door dat neer te zetten. Oké. Goeie. Omdat, na de show, ja, we moeten naar de strand gaan, een beetje bierdingen. Nee, ik moet naar huis gaan. Want je laat me denken aan een... En ik ben dan een single guy. Ja. En ik heb dan een homeboy, die heeft dan sinds kort heeft die een vriendin. En die zit zomaar random te zeggen, ja, mijn vriendin. Bijvoorbeeld, ik zeg, hey, mijn man, kom, we gaan naar dinges. Dan zegt hij, ja, ik ga even bellen met mijn vriendin. Want als mijn vriendin weet dat ik daar ga, en dan kan mijn vriendin misschien. En als mijn vriendin, ik zeg, I get it, je hebt een vriendin, relax. Nee, maar dat is niet, dat heb ik ook heel laat geleerd. Dat... Het is niet controlerend, hè. Nee. Ik moet mijn vriendin melden. Of, dat is gewoon respect. Gewoon, respect, schat, ik ben klaar met dit, we gaan nu daar. Want er is een thin line tussen respect... Ja. En onder de duim hebben om mannen. Dingen kan gebeuren. Dingen kan gebeuren. Zeker. En de eerste dat je wil zien aan die plek is je vrouw. Niet je vrienden. En soms, als er iets gebeurt, ja, dat je vrouw daar zit. Nou, als je vrouw weet niet waar je bent. Ja. Als iets kan gebeuren met jou. Juist. Zij weet het niet. Ja. Altijd zij is de laatste dat weet. Mm-hmm. En je vrienden soms lopen weg en laat je... Laat je gewoon zitten, ja. En wie kom je aan rest? Je vrouw. Is je vrouw. Die vrouw, als die lobby goed zit. Is dezelfde... Waarom zeg je het zo? Nee, omdat er zijn ook andere scenario's... waarbij jullie ding op lust is gebaseerd. Dus daar heb ik het over beginfase. Okay. Ja. Hè? Beginfase, alles gaat leuk. Ja. Maar dan begint live, dus iets gebeurt. En dan leer je echt iemand kennen wat iemand wel of niet waard is. Ja. Ja. En daarvoor zijn dat soort momenten... En dat je echt kan zien. Ja. Dat je niet is gebaseerd op infatuation of verliefdheid. Maar nee, life geeft je iets. En dan kan je gelijk zien, oh, dit ben jij. Dit ben je absoluut niet. Weet je hoe ze zijn? Nou? Je moet blijven praten. Mannen blijven communiceren? Mannen houden niet van praten. Okay. En doordat je praat niet, je kent niet. Ja, dat wat je ziet, is niet altijd wat je antwoord krijgt wanneer je praat. Maar ben jij een prater? In vorige relaties of huidige... Ja, je bent iemand die praat. Ik kan praten met die vrouw. Dus communiceren ook echt. Bij praten krijg je... Wat doen we nu? We praten en je krijgt informatie. Ja, toch? So when you praat met een vrouw, je krijgt de informatie. En dan is hetzelfde met een detector. Je praat met die crimineel en ze schrijft. Ja. Dan moet je alles onderhouden. En dan je moet onderhouden je peuze. Mm-hmm. En dan je bouwt die persoon. Ja. En je weet precies wat ze wil, wat ze niet wil. Hoe zit erin? Maar je weet nooit alles. Maar appa, laat me één ding zeggen. Je bent een Gilly's Love Line, hè? En als je DM al spannend was, na vandaag, nog spannender. Want ik weet dat vrouwen kijken en sommigen glijden nu van hun stoel. En ze appa horen praten. Hij weet dit. Hij is niet onder... Je zegt niks nieuws. Ik krijg ook een telefoontje van vrouwen. Hoorde. Het vraagt me... En vertel me over de situatie. Hoor. En dan praat je met hen? Ja. En Dr. Love Sunnies. En sommigen krijgen ook oplossingen met de vriend. Hè? Nadat ze met jou hebben gesproken. Ja, dat is dope. Dat is wel leuk, toch? Ja, dat is heel dope. Ja. Hey. Het is niet alleen spannend DM's. Nee. Oké. Heel leuk. Wat opvallend voor mij was toen ik vroeg van hoe ziet die ideale man eruit? Toen zei je vooral wat zij heeft te bieden. Hmm. Maar mijn vraag is, wat moet hij hebben? Voor jouw dochter, voor jouw prinses. Wat moet hij hebben? Niks dan liefde en respect. Liefde en respect? Okay. Hoeft geen geld. Als jij dus... Hoeft geen geld? Nou, hoeft geen geld. Mijn dokter is... Dan ben ik al 80% bijna schoonzoon, hè? Ja. Je hoeft geen geld. Oké. Okay. Als je geld hebt, dan wil je in controle. We hebben niet in controle. Omdat je hebt geld, je hebt een mooie auto. Hoeft dat niet. Is dat zo? Hoeft dat niet? Ja, zeker waar. Oké, maar jij bent daarmee eens, dat hoeft niet. Mijn vader heeft een zelfstandige vrouw. Bro, guys.
staan in startblokken nu. Ja, je hoeft niet, je hoeft niet. Nee. En liefde komt niet in geld voor je hem, kan, hè? Je kan zijn, nee. Je kan zijn Marokkaan. Leg ze dat uit, hoor. Leg ze dat uit. Je kan zijn Marokkaan, je kan zijn Turk, je kan zijn Surinaam. Oh, dat ook nog, maakt niet uit. Interesseer me niet wie je bent. Ah. Kom met de liefde en de respect. Ja. En laten we samenwerken. Mooi. Breng die doeken niet op de tafel, hoef dat niet. Al heb je het, ga weg. Ja, dat maakt me niet blij. Ja. Okay. Dus daarom zegt die vrouw altijd, als je een man vindt met geld, sommige vrouwen zien naar die geld. Juist. Maar sommige vrouwen zien niet naar die geld, zien wie je bent. Mm-hmm. En als een vrouw houdt wat ze heeft en wat ze krijgt van een man, ik waardeer wat ik heb, wat ik krijg van jou, ik gebruik. Ik gebruik wat ik heb, omdat wanneer je weglopen en zegt, nee, ik val niet. Nog steeds ben, juist. Ik ben hier. Ja, ja. Niet omdat je bent een man met veel geld. Ja. Stop met werken. Ja, ja, ja. En dan moet ik onder jou zijn. Mm-hmm. Maar maak je geld, ik maak die van mij. Als ik 20 maak, ik zeg mijn dokter, blijf die 20 maken. Juist. Als je wil iets op je gooien, ja, neem het. Maar blijf met je 20. Mm-hmm. Blijf normaal met je 20. Vrouwen moet zelfstandig zijn. En vrouwen die vragen te veel, is materialistisch. Omdat ze houden niet eens van zichzelf. Omdat ze bezig met de verkeerde dingen. Verkeerde dingen, ja. En op zichzelf te denken. Vergeet zelf de koelkast. Sommige vrouwen vergeten de koelkast. Vergeet de kinderen. Ja, 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 ja. Ze denken alleen ikke. Ja, waardoor je misschien verkeerde keuzes kan maken in een man. Ja. Gebaseerd op, weet ik veel, lust of whatever. Ja. Maar niet het diepe wat jij zegt. En liefde en respect, daarmee ben je al heel ver bij Appa. Dus heel ver, ja, als het gaat om schoonzoon. Want moeten ze allemaal langs Appa? Van jou? Ik vind, als je geen goede band hebt met mijn vader... Gaat hem gewoon niet worden. Nee, want ik ben ook... een familiemens, hè? Ik hou van dingen doen met de familie en zo. Dus als ik jou niet... Als ik een soort bepaalde vijf voel tussen jou en mijn vader... Nee, sorry. Ja, die niet. Oké. Weet je wat... not cut you off. Weet je wat dat... schoonzoon met schoonvader... Die moet goed mattie zijn. Moet? Niet moet. Het is goed om... Maar het helpt. Het helpt. Ja, ze hoeft geen beste vrienden te zijn. Maar in ieder geval een goede band. Ja, gewoon een goede band. Je hoeft hem niet elke dag... Ja, papa, dat hoeft allemaal niet. Maar het gewoon dat het goed gaat, soepel. Ja. Ook niet geforceerd. Tot nu, ik heb een goede band met me en zijn vader. Ja. We gaan voetbal. Tot nu. Of vader van je dochtertje. Ja. Ja. Tot nu soms spelen we voetbal. Ja. Dat is gezond, dat is leuk om te horen. Kom maar checken. Ondanks jullie gaan niet samen meer? Nee. Maar dat is mooi. Dat is gezond. Dat is leuk. En heel respect ook. Oké. Ja, de familie ook. We zijn helemaal netjes met elkaar. Oh, mooi. Kijk, familie moet familie blijven. Mm-hmm. Dat het is mijn kleindochter zijn vader. Ja, dus familie. Ja. Dat als iets gebeurt met Mia, ik moet contact nemen met hem. Juist. Ik moet. Mm-hmm. En een andere kant van mannen en vrouw met kinderen. Als je bent een man en je bent niet meer met je vrouw, die is de moeder van je kind. Als je vrouw woont in een huis met een man, je moet goed contact nemen met die man. Met die andere man, met die nieuwe man. Met die nieuwe man. Ja. Weet je waarom? Je bent niet 8 uur thuis. Die man zit 8 uur thuis. In dat huis met dat kind, ja. Dus je moet hij wel zorgt gaan. Toch voor je kind. Je moet weten met hem om hem communiceren als iets gaat gebeuren. Als iets gaat verkeerd. En je moet ook met je kind, jongen of meisje, goed communiceren. Omdat hij is de enige dat kan je zeggen de waarheid. Wat is gebeurd? Als iets is aan de hand. Juist, klein of groot. Maar eigenlijk, hoe gaat het met mijn kind? Want hij maakt haar mee. Ja. Ja, ze wonen in een huis. Matties te zijn. Je moet geen matties zijn. Nee, gewoon volwassen. Maar respect. Maar het is gewoon goede respect. Maar dat is wat je wilt, ideaal eerlijk. Maar dat lukt niet altijd, hè? Wat je hier omschrijft, Appa. Het lukt niet altijd. Want mensen zijn mensen. Maar dat heeft Appa wel met mijn zussen en hun vader en zo. Oh ja. Als het matten gaan, hij en mijn zussen en vader drinken gewoon bier samen. Of zussen die niet zijn kind zijn? Ja, klopt. Oké. En weet je wat is? Door, wij willen macho zijn. Ja. Ego-ding ook. Die macho is, dat is niet dat, macho. Dat stoort je in de weg. Dat stoort je in de weg. Je bent geen macho. Mm-hmm. Omdat het is zoveel gebeurd
met schoonvader, zeg je? Of stiefvader, toch? Stiefvader. Ja, ja. Met kinderen. Mm. Dat wanneer jij komt, is te laat. Ja, 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 ja. Jij bent te laat. Ja. Want jij woont niet eenmaal met dat kind. Zo, als je hebt een goede band, ja, of een goede, laten we zeggen, je communiceert goed met die, ja, man. Ja. Je weet precies, mm-hmm, wat kan je doen wanneer je iets moet doen. Omdat je weet. Maar als je praat niet met die man. Dan weet je het ook niet. Als je weet macho zijn, je weet niet wat is aan de hand. Appa, jij moet een advieslijn openen. Dat is het. Nee, even zonder grap. Een advieslijn. Maar als we live zijn en zij zo praat, zeg iedereen. Dat, ja, Appa heb gelijk net. Appa heb gelijk. Ja, dan zeg ik, Appa, praat maar. Ga maar, want we willen dat horen. Waardoor jij denkt, waarom heb ik deze man ooit online gegooid? Ja, ga maar, Appa, zeggen die mensen. Maar soms als ik denk, ik ben de enige die ergens mee zit. En Appa zit te vertellen online en zo. En dan hoor ik die andere dames van, ja, maar dit heb ik ook wel meegemaakt. En dan denk ik, zie je... Ja. Net, je bent niet alleen. Nee, is mooi, man. Dus die hele movement die toevallig zo is gebeurd, is ook een blessing voor jullie. Mensen ervaren ze een blessing, maar ook voor jou in je leven is het een toevoeging. Je moest even over dat comment ding heen. Ja, ik moest daar even iets wat heen. Gewoon erbij hoort. Niemand kon je kan een schattige baby online gooien en toch krijg je negativiteit eronder. Ja. De baby is veel te schattig, of weet ik veel, whatever. Ja. Dus dat hoort erbij, dat is online, Sanis. Je moet blij zijn als je op 50 positief zit en 50 negatief. Ja. Want negativiteit is makkelijker om te uiten dan positiviteit. Ja, dus dat is a part of the game. Nee, leuk. Met negativiteit leer je te groeien. Ja, toch? Dat heb je wel een beetje sterker gemaakt, hoor. Ja, toch? Negatief maak je sterker. Ja. Heeft tijd voor jou. Niemand heeft tijd, nee. Maak je sterker. Nooit reageren, hè? Nooit reageren. Nee, in het begin reageerde ik wel heel vaak. Oeh, maar nu... dat is mooi. Dat kost energie. Ja, heel veel, denk ik. Oké, we weten wat volgens Appa ideale partner zou zijn voor jou. Maar ja, jij dan, dochter? Ja, wie nou, laat me het eerst. Er zullen mannen zijn die misschien denken: oh, wacht even, dus Nette is single. En die horen Appa praten, hé, maar dat is een leuke schoonvader. Laten we deze aan hun geven dan. Hoe moet die kill eruit zien voor jou? Voor mij? Ja. Wijk dat af van Appa. Komt er iets bij? Hoe moet die eruit zien? Wat moet hij hebben? Oh, dit is... Dadelijk zeg je, hij moet money hebben. Helemaal tegenovergestelde wat hij zei. Nou, dit is voor mij persoonlijk. Ja, precies, want het gaat om jou tenslotte. Ik wil op niemands tenen trappen of zo. Maar zoals Appa zegt, ze moeten natuurlijk ook respect voor en liefde hebben. Ze moeten ook gewoon een familiemens zijn. Ik ben... Dat is politiek correct, maar wat wil je echt? Want ik zie, jij wil iets anders. Jullie. Nee, dit is real talk hier. Dat is politieke liefde. We praten real hier. Je moet dat omschrijven, politieke liefde. Politieke liefde, wauw. Let's talk real. Ja. Wat zoek ik in een man? Iemand die gewoon er voor me kan zijn. Iemand die me kent zonder dat ik het hoef te vertellen. Die mijn zinnen afmaakt zonder... Als ik pauzeer en denk, hij weet gelijk... Wauw, je vraagt wel veel. Nee, dat leer je. Zoals wat Appa zegt, als je met in het beginfase... Kom, ik heb trek in en dan zeg hij Johnny Cake. Hij weet het. Wauw. Je vraagt veel, ja. Maar dat moet ontstaan, toch? Ja, dat moet sowieso. Dat moet groeien, toch? Dat moet gewoon groeien. Dus aan het begin, waarmee moet hij komen? Hij moet wel stabiel zijn. Ja, dat wel, oké, dat is goed, stabiel. Dat vind ik realistisch. Hij moet stabiliteit hebben. Dus jij gaat niet voor die broke dude. Die broke dudes die in startblokken stonden, relax. Ik vind het erg om iemand te helpen met bouwen. Want iemand heeft mij ook geholpen met bouwen. En ik was ook niet het ideale vrouw toen hij me eerst, wie ik nu ben. Dus hij heeft me ook geholpen met bouwen. Dus ik zeg niet dat ik je niet help met bouwen, maar als er geen motivatie en droom is, dan... Juist. Ik kan iemand niet helpen die zichzelf niet wil helpen. Goeie. Dus, ja. Maar ik heb liever iemand die gewoon stabiel is. Een vaderfiguur, aangezien ik een kind heb en nog meer kinderen zou willen. Ook al is Mia genoeg voor opa. Hij heeft zelf 4 kinderen. Wat vinden we daarvan? Als hij 4 kinderen heeft? Ja, hij heeft zelf 4 kinderen. Geen babymama? Met 3. Liever niet. Geen babymama? Dan zijn we Oké, wacht even. Nee, die is een beetje extreem. Ja. Hij heeft 1 kind met 1 babymama, net als jij. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ja? Dat heb ik ook eerder meegemaakt. Ja, waarom niet? Oh, heb je ook gehad? Oké. Dat vind ik niet erg. Oké. Maar 3 met verschillende... Nee. Of 3 met 1 babymama, kan dat wel? Ja, dat kan wel. Okay. Geen babymama drama.
Nee, want dat is ik wat je probeert te voorkomen. Ja, ja, ja. En hoe meer babymama's, hoe meer drama ja, natuurlijk. Ja, 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 kijk, ja, ik leer net het ding. Ik leer net het ding. Kijk. Als je hebt een man met een kind. Ja. En ze zegt tegen jou, hij is single. Je moet je kind en haar kind laten spelen. Ja. En dan zal je zien... Maar veel mannen, ja, ik heb geen baby. Hey, appa, je hebt levenservaring. Dat hoor je aan alles. Als je twee kinderen laten spelen... Ja, ja want praten. wij hadden hier een talk about it op Nette Manage. Akil had mij... Hij zegt, ja, net ik heb ook kinderen, bla, bla, bla. Maar ging je live ging te je flowen? Nee, oh, okay, gewoon. Okay. Maar ik ging appa vertellen. Maar hij probeerde mij te plekken. Ik zeg, appa, luister dan. Zijn chickie belt mij gewoon... Oh, je belt mijn man. Ik zeg, je man, wie is je man? Yeah. Ja, deze persoon, we noemen hem... Ja, ex. John. Yeah. Oh, John. We noemen hem John. Johnny Cake. En ik zeg, hè? Ik zeg, nee hoor. Hij zegt, volgens mij was hij single. Nee. Ik zeg, ja. Maar in ieder geval, ik kom dit aan Appa vertellen. Appa zegt, ja, je moet met die kinderen en Mia gaan spelen. Je wordt fout bezig. Dat had je moeten doen. Dat, maar ja. Iedereen ging lachen. Ik moest deze storyline wel vertellen blijven. Oké, okay, leuk. Hé, maar dus dat ding van jullie is dus gegroeid naar hele relaties, Sunny, ook eigenlijk. Ja, tuurlijk. Alles wat voorbij komt. Leuk, maar ja, maar als ik Appa hoor praten, is logisch, man. Maar hij moet stabiel zijn. Ja, hij moet dat vind ik een redelijke redelijk verzoek. Ja. Kijk, ik ben 28. Ik woon op mezelf. Mm-hmm. Ik heb mijn auto. Ik heb mijn werk. Ik ben heel zelfstandig. En ik leef volgens een hoe noem je dat? Een schedule. Want ik heb een kleintje. Ik heb ook een kind. Dus ik ben niet nu op grappen. Ik ben op zoek naar mijn man. Ik ben op zoek naar iemand die dit kan vervangen. Ah, ik ben niet op zoek naar een vriend. Ik ben op zoek naar iemand waarmee ik we samen kunnen bouwen. Niet alleen jij. Het is 50-50. Het is niet 40-60 of 30-70. We doen het samen. We zijn, heb jij het niet, heb ik het. Heb ik het niet, heb jij het. Mm-hmm. Snap je? Appa is wel mijn bestie, maar op een gegeven moment... Appa is 60 nu. Ja. Hij moet zo meteen... Appa, je lijkt op... Hij gaat zo meteen... 47. Ja, ik kijk... Ja. Ja, 46 geef ik jezelf. Ik krijg het veel. Soms kijk ik van beurten. Dus dat wil ik. Gewoon iemand die stabiel is. Gewoon je eigen huis. Appa's gewoon... schatjes zijn niet 60. Hij hoeft niet te bevestigen. Nee, we gaan verder. Zeker niet. We gaan verder. Ik weet dingen. Ik ben ook Dr. Love. Hey, maar weet je wat ik doof vind aan wat je zegt? Jij weet je zet duidelijk neer wat je wilt. Ja, ik heb... En ook dat is niet vanzelfsprekend, hè? Dat een vrouw of een persoon, maar laten we een vrouw nemen, duidelijk weet wat ze wil. Dus ja, ik vind het doof hoe je het zo neerzet. Als je daarmee komt, dan zien jongens, ik zeg geen mannen, want dit zijn jongens. Jongens zeggen daar, oh, die is hiking. Het gaat niet om hiking. Ja. Sorry hoor, maar als jij... Ik ga dat niet zeggen. Maar als jij... Laten we het wel zeggen. Als jij naar me toe komt en je hebt, zoals je zegt, twee kinderen. En je woont thuis. Je hebt geen werk, maar je hebt je auto. Ja. Ga je alleen maar naar mijn huis toe komen? Ja. Moeten we elke keer hotel boeken? Nee. Juist. Ik ben op zoek naar iemand gewoon met stabiliteit. Je hebt gewoon je eigen dingen. Je hebt je doelen. Ik vind dat een hele redelijke en verstandige wens. Ik heb ook mijn doelen. Ik kan kijken waar ik jou mee kan helpen. Jij kijkt waar jij mij kan helpen. En we bouwen gewoon samen. Ja. We beginnen boven van die ladder. En uiteindelijk zijn we daarboven en zijn we samengekomen. Yes. Ik ben niet naar iemand die op zoek... Je moet ook wel romantisch zijn. Ik ben echt een romance. Je houdt van een romantische doel? Ja, ik hou echt wel van romance. Dus hij is stabiel... alles klopt. Sterker nog, hij heeft geen kinderen. Alleen romantiek geen kinderen. Is niet... Je merkt van deze dude heeft geen romantische boon in zijn lichaam. Nee, dat moet ik echt nee, gaat hem, dan moet je gesprek met hem. Oké, wauw. Mevrouw, waar is het misgegaan? Nee, maar dat meer. Oké. Nee, ik vind het duidelijk. Je weet precies wat je wil. Hij zegt niks geks, by the way. Je hebt ook nog een kind, dan kan je helemaal geen grappen maken. Nee, in de zin van dat je dingen gaat uittesten met mannen en zo. Nee. Wat ik nooit en zal ik ook nooit zijn. Ik had het net over die DM-box van Appa. Mm. Maar die van jou. Mm. Na deze. Je gaat kills ook zien. Die denken te kunnen bieden wat je hier omschreef. Nou ja, we zien het wel. ik geef haar een varken. Wat geef je aan? Een verre kijker. Om goed te kunnen zien van wat is. Oké, goeie. Nee, maar symbolisch heb je haar altijd een verre kijker gegeven met al je advies. En ik neem aan dat dat vanaf kleins af aan is. En jij zei net zo mooi, voor mij maakt het niet uit als die een Surinamer is, Turk, Marokkaan, Somaliër, whatever.
Maar je hebt ook je eigen smaak, toch? Ja, wat is, het is mooi, want je hebt nergens... Jullie, ik vroeg aan type wat moet hij hebben. En nergens komt dat naar boven. Nee. Wat hij, nee. Ras, dat is niet... je hebt niet dat je zegt van hij moet Antilliaans zijn. Of hij moet een black dude zijn. Of hij moet... dat heb jij niet. Ja, iedere vrouw heeft wel smaak, toch? Natuurlijk een voorkeur, ja. Juist. Maar leidend zijn die dingen die je hebt opgenoemd. Jouw lijnen komen niet alleen maar in jouw voorkeur. Het kan ook zijn dat... Je bent alleen maar op die macho mens, maar juist die zachte heb alles wat jij wilt. Dus dat je verrast wordt op je. Ja. Want aan de basis hou je van macho type dudes? Nee, niet per se. Oh, je don't discriminate. Dus een mooie, zachte, zachtaardige keel, die kan ook... Ja, maar ik heb ook best wel een temperament en ik heb ook best wel een mond. Dus als ik over jou heen kan gaan... Dat is hem ook weer niet. Nee, dat is het ook weer niet. Heb je dat meegemaakt? Nee, tot nu toe niet. Dus je kiest een bepaald soort type man, blijkbaar. Maar je zei al, je bent van een relatietype 10 jaar lange relatie. Ja, ik dus wat betreft, you don't play around too much met dudes. Ik heb 10 jaar lang gehad met Mia's vader. Ja. En ik heb 7 jaar lang gehad met iemand anders. Oh, je bent echt van de lange relaties. Ja, en dat was mijn... Oh nee, maar dat is mooi. Nee, ik... Dus die volgende... Ik weet gelijk... Die volgende moet uitgaan van... maar zij gaat echt voor iets... maar dat zeg ik ook vanaf... Ik ben niet met het grappen. Ik ben Nee. Maar daar vallen heel veel soort type jongetjes toch af. Want daar komt het op neer. Ja, maar ik zie wel gauw als je een jongen bent. Je hebt het snel door, hè? Als je een man bent. Oké, zo niet. Laat Appa jou weten. Ja, als ik twijfel, dan ga ik even Appa luisteren. Ik kan hem niet peilen, weet je. Maar kan hij... Oh ja, dat zei je al. Hij kan ook met advies bij jou komen. Natuurlijk. Maar Appa lijkt zo streetwise alles al hebben meegemaakt. Wat kan je Appa bijbrengen dan? Of gaat dat meer om de moderne... Ja, dat gaat om die moderne vrouw. Appa is wel streetwise. Hij weet wel ook wel wat hij wil en zo. Ja. Ik hoef niet Weet Appa wat catfish is? Ja, tuurlijk. Ja? Appa weet wat catfish is? Tuurlijk. Oké. Dus hij trapt niet in een catfish? Nee, hij trapt niet in catch the catfish. Nee, ik hoef hem niet veel te zeggen, maar voorheen was het meer van kijk, deze vrouw praat met mij, wat vind je? En hij zoekt natuurlijk de meningen naar zijn kinderen, want uiteindelijk moet je diegene toch wel naar huis brengen en wij moeten diegene ook wel zien. En onze band is heel bijzonder, laat me het zo zeggen. Niet veel mensen snappen onze band. Ja. Maar heel veel mensen denken, oh, net als brutaal. Nee, wij hebben een bepaald band. Ja. Blijf eruit. Ja, niet mee bemoeien. Niet mee bemoeien, want je hebt jezelf alleen mee. Ja. Maar dat meer dan. Hoe lang zijn jullie het langst uit elkaar geweest? Misschien dat je op vakantie ging of weg. Ah, vakantie, kan zeggen. Vakantie, hoe lang? Dus is dat een week, een maand, 2 maanden? Ja, zes weken. 6 weken is het langst dat jullie uit elkaar zijn geweest als vader en dochter. Ja. En hij belde dat ik terug moest komen. Ja, echt was hier. Ja. Zo schattig. Je dacht van, hé, kom terug. Dit lang, dit hoopje lang. Dat hij terug moest komen. En ik weet een keer, hij was zelf weggegaan. Ja. Naar Curaçao. Volgens mij is toen opa overleden. Mm-hmm. Naar zijn begrafenis en zo. Maar ik weet niet wat het was. Ja. Maar hij was op Curaçao en ik was in mijn huis. Maar ik voelde gewoon zijn energie. Ja. Gewoon, het was, je weet, het is zo'n lange afstand en ik voelde gewoon zijn energie. En ik bouwde zo erg dat ik er niet kon zijn. Maar volgens mij heb ik die 2 weken gewoon gehuild van hij moet gewoon nu naar huis komen. Dat is mooi, man. Ja, ik voelde gewoon zijn energie van ik moet er zijn of ik moet hem omhelzen of zo. En hij moet gewoon naar huis komen. En die 2 weken voelde gewoon alsnog langer dan die 6 weken dat ik weg was geweest. Mooi, man, mooi. Ja. Man. Die echte vader. Elke dag ook, elke dag ochtend vroeg stuur ik hun allemaal aan. Berichtje. Oké. Je moet die liefde blijven voeden. Hoe zeg je? Onthouden. Mm-hmm. Onderhouden? Onderhouden. Ja. Je moet dat doen. Ja. Liefde onderhouden. Mooi, man. Je kan je liefde niet laten vallen. Zelfs net als een huis. Je moet je huis onderhouden. Juist. Netjes en mooi schoon. Mm-hmm. En dat moet je doen. Als je vroeg ochtend staat met een negatieve vibe. Mm-hmm. Je dag gaat niet goed. Ja. Je dag gaat niet goed. Mm-hmm. Als je opstaat met liefde. Liefde bedoel, vol jezelf met liefde. Hou jezelf. Mm-hmm. Hou van jezelf dat je bent wakker. Denk dag. Zeg de Heer dank. Ja, dat je überhaupt bent opgestaan weer. En je bent blij. Mm-hmm. Om anderen met een blijheid op te voeden. Ja. Dat je dat ook bij hun opwekt. Ja, ja. Je werkt alles. En dan blijf je met de liefde. Ja. Dan blijf je al open met. Als je negatief
environment komt, dan blijf je negatief, 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 alles. Mm-hmm. Waar is de liefde? Waar is de liefde? Liefde is eerst dat je moet zetten, omdat liefde komt van je hart, niet van je hersen. Het is echt een gevoelsding. Ja, de gevoel van liefde is hier. Is hier. En bij Gilly's Love Line kunnen we dat alleen maar omarmen, dat soort woorden. Ja. En ik wil meer van je. We gaan even breken. Ja, ja. En dan komen we terug met meer dochter en vaderliefde in Gilly's Love Line. Boom, boom. Mm. Boom, boom. Hallo, hallo, hallo. Boom, boom. Check this out. Boom, boom. Dit is Gilly Love Line. Boom, we zitten boom. In de Love Line. We gaan love, love, share and give love. If you don't know what you gonna do when you don't feel love, call Dr. Love and he will tell you, go by Gilly Love. There you will find loving in your heart. Gilly Love Line, Gilly Love Line, Gilly Love Line. Gilly Love Line, what? Why are they so boos? Gilly's Love Line. En vandaag die vader en dochter liefde en... ik kan geen betere mensen bedenken die dat hier kunnen neerzetten dan Appa en Nette, man. Leuk al wat jullie nu al hebben gedeeld. En Appa drop bars, dat betekent je drop heel veel dingen waar ik nu al heel veel van leer. Is er iets, Nette, waar wat Appa jou heeft geleerd, waarvan hij niet eens op de hoogte van is, wat hij niet eens weet? Dat je denkt van, dat heb ik van die man geleerd. Of iets waar hij wel van op de hoogte is. Maar dat je zegt, want dat is één ding belangrijk wat ik van deze man heb geleerd. In het leven. In het leven? Mm-hmm. Wat Appa mij heeft geleerd, wat hij erg van bewust is. En ik denk ook heel trots is ik kan op mijn twee benen staan. Oh, dat heeft hij, heeft hij jou geleerd. Om dat, een vrouw te zijn die op haar eigen twee benen kan staan. Ik kan op mijn eigen twee benen staan. En ondanks dat het moeilijk gaat. En hij heeft me ook één ding gezegd wat bij mij is gebleven, mm-hmm. is... je bent niet de enige in een donkere tunnel. Geloof mij, iemand anders... ik weet niet hoe het in Nederland moet zeggen. Iemand anders... misschien sta jij hier in een donkere tunnel... maar iemand staat nog helemaal daarachter. Altijd iemand die het zwaarder heeft dan jij. Ja, altijd iemand die het zwaarder heeft dan jij. Dus herpak jezelf, denk een andere plan... en je komt er vast wel uit. En ik denk, dat heb mij echt gebracht. Die woorden blijven je blij en die gebruik je nog, zet je nog steeds in. En elke keer dat ik denk van... ik val terug naar een depressie of het gaat even niet goed. Ja. Dat, ik moet even daaraan denken... en dan draait het de knop van... herpak jezelf, je komt er wel uit, weet je. Ja. En... dat leer ik mijn dochter ook elke keer. Precies dat, die tekst op die manier. Dat leer ik haar ook. Ja. En dat ze iets moeilijks hebben of als iets niet goed gaat. Ik leer haar altijd van, het gaat wel goed komen. Hoor. Je moet gewoon even, misschien via ergens anders kijken. Misschien zie je wel uitweg via daar. En dat is echt bij me gebleven. Je dropt Appa quotes op je dochter. Ja, tuurlijk. Dat heeft mij geholpen, dus helpt haar ook vast wel. Hey. Hey, is er iets dat Nette jou heeft geleerd waar zij bewust van is of niet... waar je zegt van, kijk, dat heb ik geleerd van dat meisje. Wat ik geleerd van mijn dokter is... blijf, net als een vader, blijf zelf dat ik ben en verander voor niemand. Ja, of blijf dit wat je nu bent veranderen voor niemand. Let wat wie ik ben. Zoals je bent, zoals je uit, zoals je praat, zoals je denkt. Verander voor niemand. Verander voor niemand. Ja. En laat niemand komen tussen onze... relatie. Niet alleen haar, maar mijn kinderen, omdat ze zijn echt close bij mij. Ja. Dat is jouw rijkdom, je kinderen. Ja. Appa, weet jij je leven aan je kinderen? Tuurlijk. Ben je bereid jezelf opzij te zetten voor je kinderen? Opzij? Ja, dus dat betekent je eigen behoeftes. Dat soms, Appa, kom op plek 2 of 3 misschien. Hoeveel kinderen heb je? Van mijzelf heb ik 3. Appa komt op plek 4. Eerst die kinderen. Ja, eerst die kinderen altijd. Sowieso? Ja, sowieso. Mijn kinderen komen eerst. Ja, mijn laatste brood geven aan mijn kinderen. Ja. Vind je dat hij zichzelf vaker op de eerste plek moet zetten voor zichzelf? Laatste tijd zeg ik hem om het wel meer te doen, ja. Ja? Ja.
Mm-hmm. Appa heeft het ook heel lang niet gedaan, omdat hij mij heel veel ging helpen met Mia. Ja. En hij wou, ondanks dat ik moeder ben, net, je moet ook wel een beetje van je leven genieten, waardoor hij altijd thuis wou blijven met Mia, van net te gaan maren. Ja. Toen heb ik zoiets van, je wordt ouder, ga maar lekker genieten, doe je ding. Maar jij nu genieten. Ja, maar hij heeft altijd van die maar en Mia dan, nee, het komt wel goed, het, ga maar. Ja. Dus Appa is niet alleen een dope as vader, maar nee, ook een dope as opa. Ja, en ik denk doper opa dan een vader zelf. Ik wil ook wel je kleindochter zijn. Ja, ik weet, kijk. Maar hij is zo met Mia. Hij heeft nog meer andere kleinkinderen. Maar hij is zo met Mia, omdat hij Mia heeft meegemaakt vanaf in mijn buik. Vanaf dag één. Ja. Kraam. Ja. Ja. Mia's eerste loop, eerste woord. Dat begon met, papa, ik ben zwanger. Even weglopen, herpakken, terugkomen. Dus daar begon het verhaal. Zo die band. Hij heeft natuurlijk ook andere kleine kinderen. Die krijgen ook evenveel liefde en zo. Juist. Maar ja, ik denk iedereen weet wel, als je dat kind of kinderen meemaken vanaf dag één. Het is heel anders. Het is een andere logisch, soort. Ja. Dus daarom is alles Maar en Mia. Of Maar en zus. En dan denk ik, ga maar. Wie is liever, Mia of Nette? Oeh. Natuurlijk Mia. Echt? Nee. Ja. Oh, jij dacht dat hij Nette zou zeggen. Mia is liever dan Je bent niet lief, maar zij is iets liever. Ik wil dit horen. Hoezo? Ja, je bent lief, maar je moet kijken. Mia is een toekomstige liefde. Mia is een terror. Kijk, jij is lief. Boogie is lief. Mikey is lief. Harrison is lief. Maar Mia pakt het. Maar Mia is echt... Zeg maar die award weg. Ja, omdat... Ze zijn allemaal lief, maar zij is de liefste. Ja. Oké. Ja. Okay. Ja. Die moet je nemen. Ik heb eentje ook in Amerika, Xavier. Xavier ook is lief. Ook lief. Ja. De eerste kleinzoon. En ook, ze zit nu thuis bij mij, is... Rakim, Lishana ook is lief. Ze zijn, allemaal zijn lief. Ja. Mia pakt die... Okay. Die titel van de liefste. Titel, omdat ik heb... Alles met Mia gedaan, alles liefde. Vanaf dag één. Ja, weer fietsen. Ja. Ik wist nog, ik was aan het bevallen en de dokter zei, nee, ze mag niet eten. Maar hij had soep gemaakt. Hij zegt, ach, luister niet naar die vrouw, je moet soep eten. Soep geeft je kracht. Ja. Je moet zo meteen persen, je moet die soep eten. Tijdens je bevalling? Nee. Ik was... ze had me weer opgewekt. Oh, ja. Tijdens die pijn. Hij zegt, ja, je moet eten, ga je kracht geven. Appa weet het beter dan de dokter blijkbaar. Ja, met al die kinderen. Ik ga niet luisteren. Geef maar de soep. Hij heeft bewezen, toch? Hey, in Gilly's Love Line behandelen we wel eens liefdesquotes. Of dat nou gaat over seks, relaties, relatie man, vrouw, dochter en vader vandaag. En vandaag wil ik er eentje droppen. Daarin zoom ik dan altijd in met mijn gasten. Alleen om te kijken wat je ervan vindt, wat je kan bijdragen aan die quote. Of misschien vind je het helemaal niets. Dat kan ook natuurlijk, hè. Ze zeggen namelijk, en dit is een bekende, ik ga hem in het Engels doen. Any man can be your father, but it takes a special person to be a dad. En je was al mee aan het doen met je mond. Ja. Is dat iets wat op papa slaat? Ja. En dit kan ik zeggen door mijn twee zussen. Hij is niet hun vader, maar hij is echt wel hun dad. Ja. Zie je, ja, maar dat bedoelen ze ermee inderdaad. Hij is niet hun vader, maar hij is echt wel hun dad. Hij heeft hun alles geleerd. En wat hij met mij heeft gedaan als zijn eigen dochter of als zijn eigen bloed, heeft hij ook met die twee gedaan. Zelfde behandeling. En dat is die wat ik zei van Naomi, van... Als hij haar ziet, is het wel wat anders. Oh ja, dat is zij. En mijn andere zus Camille. Hij is niet hun vader, maar is echt wel hun dad. Oh, dus jij kwam zelf in een soort van blended gezin terecht. Ja. En daar kwam jij dan uit? Kinderen? Vijf. Vijf. Toen ik net het voorbeeld gaf van... Oké, maar wat als je een man ontmoet die zelf vier kinderen heeft... Dat is niet, jij zou dat geen issue vinden als zij een man... Ja, een vrouw genomen met vijf kinderen. Ja, want liefde was leidend in dat verhaal op dat moment. En ik heb geleerd bij die familie, ik heb liefde eerst naar die kinderen gegeven. Ah. Ja. Ik heb liefde naar die kinderen gegeven. Ja. En daarna pas ruimte gemaakt voor liefde tussen jullie? Ja, omdat ik heb tijd genomen om haar, waar zij kan niet zijn... Mm-hmm. Ik drop in en liefde geven naar die kinderen. Oké. Ja. En dan die kinderen kan me vertrouwen door wat ik doe voor die kinderen. En in zoverre dat ze hem dus als vader zien tot de dag van vandaag? Ja, tot de dag van vandaag. Ja, dat is mooi.
Als je belt, hun zeggen, hoe gaat het met de vader? Ja, hij woont in Nederland. Ja. Oh, okay. Zijn vader woont in Amerika. Oké. Hij krijgt met vader zaken. You did a good job. Ja. Dan is deze quote super op appa gericht. Dat zeg ik, het klopt. Daarom ken ik die quote, daarom zat ik het te zeggen. Wanneer jij die quote hoort, moet jij denken aan appa. Herinner Mikey. Ja, ook, ja. Hij woont in Los Angeles nu. Ja. Hij is niks. Hij was gewoon... Hij is geen familie van familie, ons. Een kind dat komt thuis. Hij is geen familie, helemaal niet. En ik heb hem gewoon... Hij is van Puerto Rico. Puerto Rico. Ik heb hem opgevoed in Amerika. Oké. Okay. Tot nu. Mijn vader is mijn vader. En hij noemt mijn moeder zijn moeder, ja. Oh, dat is mooi, man. Het is liefde. Dat is goed wat je zegt. Ja. Het is liefde wat je geeft aan mensen. Ja. Liefde. Ja. Alles. Dus het klopt wel. Ik zie het echt wel bij appa terug. Appa, je bent een bijzondere man. Ja, dank je. Ja. Mooi verhaal. Want je kan niks vinden van iemand. Maar als je hoort van, dit is hoe deze man of vrouw heeft geleefd. Dit is wat personen over hem en haar zeggen. Dat is waar je iemand karakter kan invullen van... this is a good person of special person. Of los wat iemand over zichzelf zegt. Als je zei money, misschien dingen en al dat soort dingen. Dat valt allemaal weg tegenover iemand karakter. Ja. En als je kijkt hoe iemand heeft geleefd en leeft. Dat is waar je bepaalt van, dit is met wie ik heb te maken. En wat ik hier hoor, appa. Niemand is heilig natuurlijk. Maar bepaalde eigenschappen hier zijn wel dat ik echt een applaus wil geven. Die bewaren we voor het eind. Ja. Nou, I love it. Ja, toch? Mooi. Wel... Vanuit jouw perspectief dan, want we horen hier dat appa heeft heel veel kwaliteiten, zeker als het op vaderschap aankomt. Maar wat vind jij de tofste kwaliteit van appa? De tofste kwaliteit wat ik van appa vind is dat appa is the party. Appa is the party, ook appa nog. Appa is the party. The life of the party. He is the life of the party. En ik weet... Vroeger toen we met z'n allen en appa waren. En appa zei van dat was Ebbo, Mikey, Boogie, ik en Jaden. En Gerrison woonde in Den Haag, maar hij kwam langs. En weekenden waren live. echt. En hij wou ons nooit echt... We waren nooit echt straatkinderen. Appa, we gaan daar, we gaan chillen. Appa laat ze hier komen. We maken hier thuis chillen, oké. Ja, we gaan wel hier, leuke muziek. En weet je, als iemand jarig was, het was gewoon feesten en genieten. Hij laat ons nooit vergeten van je moet leven, je moet genieten van het leven. Want je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Precies. Dus dat is wel één ding wat ik meeneem van appa. En ik zal het nooit echt vergeten, want hij zorgde dat onze childhood memories echt de bom waren. Ja. Echt wel. Ja. En zeker in Nederland. Appa, hoor je ze vaak zo praten over je? Nee. Niet zo vaak, nee. Dit is hoe jij bent, appa. Maar soms hoor ik wel mensen zeggen... Netta praat goed over jou, appa. Nu hoor je het live. Nee, mooi man. Maar dat is die testimony wat ik bedoel, weet je. Dit is hoe mensen je ervaren. Mooi man, daarom stel ik die vraag. Maar dan moet ik hem flippen. Jouw dochter, deze... wat vind je echt een goede kwaliteit aan haar, hè? Als persoon... Je zegt van, dit vind ik echt tof, Annette. Zelfstandig en hard werken. Zelfstandig en hardwerkende vrouw. Ja. Soms moet je me ook remmen. Ja. Je gaat te hard werken. Ja. Je werkt te hard. Ja, ik heb best wel hard gewerkt naar waar ik nu ben. Want als je echt van de bodem begint, dan weet je moet echt hard werken. Ja. Straks te rusten. Ja. Juist. En hij heeft dat echt wel gezien. Ja. Weet je, als je valt... Als je niet valt, je weet niet hoe je moet klimmen. Als je bent in de top en wanneer je valt, is het echt hard om te klimmen. Ja. Wanneer je begint te klimmen en je weet wat al is gebeurd in die klimheid, tot wanneer je boven komt, je weet wat je moet doen, niet om naar beneden te gaan. Ja. Ja. Je kan een grond... Dat is droog, nat maken. Maar je kan niet een grond dat is nat, droog maken. Hey. Als je begint naar de tunnel, je moet gaan bij de eind. Omdat bij de eind van de tunnel, daar is wat je gaat winnen.
Dus je bestemming bereiken en niet opgeven halverwege, want aan het eind zit die winst. Als je het omdraaien, je moet niet gaan duwen. Ja. Een druk komt dat hij ook wil naar de eind komt. Ja. En ze gaat tegen jou drukken. Mm-hmm. En je bent met die rug bij die eind, zo je kan het niet meer uit. Ja. Ja, man. Dus dit, heel je leven lang krijg je dit soort dingen te horen. Vind je het gek dat je dan eindigt als een hardwerkende, sterke vrouw? Nee, ik vind het niet gek, nee. Appa, misschien. Ik kan me voorstellen dat je vroeger dacht, ja. Nog steeds? Ja, nog steeds, ja. In de auto. Maar, had ik dus onderweg hier naartoe kreeg je ook een paar juice, appa juice. Oké, dit is dan appa. Wat ik me dan afvraag is, er moet een moment zijn, want als tiener denk je misschien constant al dit soort dingen. Maar er moet een moment zijn dat je hebt gezien van, ik heb echt een goede vader. Is er een moment, een situatie of een bepaalde leeftijd waarin jij dat inzag? Je zegt van, hey, mijn vader is echt een goede man. Er is een bepaalde situatie gebeurd. En dit is 4 jaar geleden of 5 jaar geleden gebeurd. En ik heb mijn vader op een heel ander visie gezien. Appa is natuurlijk altijd mijn beste vriend geweest. Ik kon hem toen met alles gaan. Maar hier was hij van, die tough love was real back to reality. Want je moet niet vergeten, ik kwam hier met 12 jaar. En, vanuit? New York. Vanuit New York, 12 jaar. Ja. En hij moest me weer op een heel andere ritme zetten, want ik ben weer terug bij mijn vaders, andere regels. En dit en zo gaat gebeuren. Maar toen dat gebeurtenis was gebeurd, zag ik appa. Wat was er gebeurd? Daar wil ik niet op details ingaan, maar er was in ieder geval iets gebeurd door iemand die heel dichtbij me was. Het is traumatisch in ieder geval. Ja, het is heel traumatisch. Daarom zeg ik, hij is echt mijn bestie. Want ik vertrouw niet echt veel mensen meer. En het voelde alsof ik letterlijk viel naar achter, naar de grond toe. Appa ving me gewoon echt op. Van, en ik liep ook heel lang zo. Appa deed gewoon dat. Gewoon letterlijk van, zo? Ja, van je hoofd. Ja. We hadden ook een diepgangse gesprek in de auto onderweg. En hij was natuurlijk weer appa met papa heen en weer. Van, je moest dat niet doen. En ik wist wel dat ik fout was. Maar je weet, dat tough love kwam gewoon weer terug. En ik denk, als ik mijn vader op dat moment niet had, was ik een heel ander persoon geweest. Nu was ik heel koud en heel boos en heel gewoon negatief tegen andere mensen. En ik ga zelf tranen door krijgen. Maar dat kan. Ik denk, hij heeft me echt daardoor uitgeholpen. En zonder hem, alleen God weet waar ik nu was. Want zeg je eerlijk, ik dacht niet eens aan mijn kleintje. Oh, dan ben je ver. Ja, ik was heel diep. Het was heel diep. Mm-hmm. Dus het was in dat moment dat ik hem ook heel anders zag. Want appa en ik, iedereen denkt, we waren eeuwig zo. We waren nooit, in het begin waren we niet zo. Appa en ik botsten heel erg veel. En ik denk, dat gebeurtenis hebben ons ook heel dicht bij elkaar toegebracht. Mm-hmm. Hij heeft mij puur gezien, ik heb hem puur gezien. En we hebben alles op tafel gelegd, over alles gesproken. En zodoende is onze vader-dochterliefde echt ontstaan. We hadden natuurlijk wel liefde, maar dat is, dat zo was wat, het niet. Wat er nu is? Ja, wat er nu is, was het toen niet. Want je bent een tiener. Ik ben vanuit Amerika gestuurd. Juist. Gestuurd, want ik ben niet vrijwillig gekomen. En je wilde hier niet eens zijn. Nee, want je gaat vanuit New York weg. Maar waarom ben je weggestuurd? Appa woonde al hier. En ik was met mijn moeder en mijn zussen. En mijn moeder werkte heel veel. Ja. En ik was met mijn zussen. En doordat appa wegging, werd ik een soort van een rebel. Ik luisterde niet. Ik wil niks doen. Want okay, je hebt dat soort van, mijn vader heeft me verlaten, zeg maar. Maar hij heeft ons niet verlaten. Hij is gewoon naar werk, had zijn werk, had zijn huis. Hij heeft alles hier gevonden, naar een betere leven. En Amerika is best hard. Je moet, mijn moeder had zonder vader redden we niet. Ja, en hij was weg. En mijn in Amerika, zonder vader red je niet. En hij was ook bang dat ik echt op de slechte pad zou gaan. Want ik van mezelf weet dat het niet zou gebeuren. Maar ik had dat soort opstellen van, ik ga niet luisteren. Ik ga gewoon met mijn vrienden op straat chillen. Tiener, toch? Ja, ik ging gewoon outlashen naar hun toe, omdat hij weg was. Dus mijn zus, dat was hem. En mijn zus was ook net zwanger van haar eerste kind. Dus ik gaf haar ook moeilijkheden, waardoor mijn moeder zegt, en mijn vader zei ook van, nee, je moet mijn kinderen gewoon sturen, want dit leven wil ik niet voor ze. Hij belt net eens op straat, 12 uur, 12:30 s'nachts. Ja. Dat is niet het leven wat en ik wil. En dan was je 12. Ja, precies. Ja. Dus, in Amerika. In Amerika. Ja, precies. Dus welke stad? Bronx. Bronx. Being black.
Being black. Juist. Rose by the South Bronx. Juist. Ja, dus hij... ja, dus dat. Toen kwam ik hier en was gewoon even weer wennen. Maar kijk, en je zegt, je was dus rebel eigenlijk omdat je miste. Of omdat de situatie veranderde. En dan kom je bij hem, dan moet je weer wennen. Ja, dan moet ik weer wennen. Omdat hij drie jaar weg was. Dus dan moet ik weer wennen van hoe rappen is. En ik had al een bepaald... Ik was al een bepaald persoon geworden. Dus hij moest dat weer van... Dit gaat niet gebeuren hier zo. Dus beter ga je dat kappen. Je komt met heel je bronzen attitude. Ja, kom je dus hier in het koude Nederland. Ik weet het. Maar uiteindelijk ben ik wel blij. Het duurde wel heel lang totdat ik had geaccepteerd dat ik in Nederland woon. En dan ga ik niet meer terug. Ik word heel lang homesick. Ja. Maar ik ben toch wel blij voor die keuze. Ja, ja, zie je? Hoe het leven loopt. Ja. Nee, maar mooi dat je dat deelt, man. Dat we zien van niet alles is... rozen en kleurrijk en regenboog en dat soort dingen. Van donkere plekken, ja. Ja, volgens mij, Appa en ik spraken heel lang niet. Zelfs, ook nog. Ja, ja, ja. En nu kan je niet voorstellen. Nee. Nu bel je hem als hij even 6 weken weg is. Ja, tuurlijk. Zeg van, ik kom terug, wat is dit? Tuurlijk. Ben je wel goed? Is genoeg, hoor. Kom maar. Dus wanneer je samen groeit en dingen achter elkaar kunnen zetten. Excuses kunnen aanbieden voor bepaalde dingen. En dan, jullie komen wel vanzelf eruit. Ja. Mooi, man. Zij zegt van donker, weet je hoe God heeft de wereld gemaakt? Toch? Mm-hmm. Van donker krijg je licht. Ja. Juist, juist. Van licht krijg je leven. Ja. En dat was gebeurd tussen ons. Ja, ja, ja. Ja. Van mooi. Donker kwam de licht en van licht kwam de leven. En van de leven krijg je de liefde. Ja, ja, ja. Ja. Hey, it's a beautiful thing, man. Mooi, man. Kijk, dit soort dingen. Ik waardeer dit, dat je dat zo deelt. Want dit is puur Gilly's love. Nou, we kunnen lachen. We praten over de liefde. Vandaag dus vader-dochter, maar dan ook gewoon real. De andere kant. Mm-hmm. Want mensen kijken naar jullie, kennen het verhaal niet, maar hier heb je dan een beetje meegekregen. Ja. Weet je dat het niet altijd lachen is geweest en dat jullie hebben moeten groeien. Groeien ja. Nou, waar nu andere mensen positiviteit uithalen en wat zij kunnen waarderen. Want jullie zullen dat ook best wel weten en jullie zullen ook bepaalde berichten ontvangen. Dat mensen zullen waarschijnlijk berichten sturen met... Yo, jullie hebben me echt, ik was in een diep dal en vaak. Je moet dat ontvangen. Maar we krijgen ook vaak van, of tenminste, ik lees meer dat berichten en een paar deel ik met Appa. Nu kan hij ook af en toe kijken. Maar ik krijg ook vaak van, ja, ik spreek mijn vader al jaren niet en waarom maar zo. Precies. En dan kan ik daarop gaan, want ik weet hoe het is. Om het juist. En daarop, zulke berichten ga ik juist in. Ja. Omdat ik kan je de advies geven van wat je kan doen om die band weer te herstellen. Of hoe je dat aan kan pakken, wat soort manier, weet je? Want als je vader vandaag of morgen gaat... Je gaat met die guilt zitten van... had ik maar dit tegen hem gezegd? Juist. Of had ik maar mijn excuses aangeboden voor dat? Doe het liever nu, je kan niks verliezen. Ja. Doe het liever nu, want je kan samen opbouwen. Dat weet je niet. Als je het niet doet, weet je niet. Zet je ego even aan de kant. Ga even aan tafel, onder 4 ogen met je vader praten. Of zelfs met je moeder praten. Mm-hmm. Want je weet nooit wat eruit gaat komen. Ja, ja. Het gaat niet 1, 2, 3. Want je moet weer samen bouwen natuurlijk. Maar kijk, we hebben ook gebouwd. Ja, ja. We zijn heel ver gekomen. Zie jezelf terug in de brons? Nooit. Nee. Dat was toen, maar nu is dit nu, het. Okay. Ja. Als ik daar naartoe ga, ze zeggen, je bent niet van hier. Ik zeg, natuurlijk wel. Okay. Nee. Nee, mooi man. Hey, ik wil even een moment nemen, want dit soort dingen dus is wat je krijgt in Gilly's Love Line. Niet om het helemaal naar mezelf toe te trekken, maar dit is wel wat we doen hier. En als mensen hun persoonlijke verhalen delen en elke aflevering weer. Ik vind dat je support dan moet laten zien. Enige wat je daarvoor hoeft te doen is op dit moment, als je dat nog niet hebt gedaan, abonneren op het kanaal Gilly's Love Line. Op Facebook kan je Gilly's Love Line ook volgen. Ik ben tegenwoordig op TikTok. Ik doe daar geen dansjes, maar ik doe andere leuke dingen. Check it out. Zit je op TikTok? Tuurlijk, okay. We gaan het zo meteen... Dat moet lachen zijn. Dat gaan we zo meteen representen. Persoonlijk kan je me ook volgen... @GillyRutu op Instagram. Zie je wat ik heel egoïstisch heb gedaan? Ik wist dat dit een goed moment was... en ik gooi een promo erin. Gewoon schaamteloos. Echt erg. Moet je doen. Je moet zelf promoten. We gaan een spelletje spelen. Nou. Want die tranen gingen bijna vloeien. Ja? Dus we gaan weer snel terug naar lachen. Ik heb ze gevangen. Mooi. Zo niet was appanage om dat te doen, om ze op te vangen. Ik ga een spelletje met jullie spelen. Ja? Okay. Yeah. Hoe heet het spel? Get ready. Terwijl ik de spullen ga halen, ga ik het verzinnen. Oké.
Ik ga winnen. Je wilt altijd met alles winnen. Ja, ik ga winnen. Misschien is dit niet eens iets om te winnen. Ja. Alles dat je speelt, je krijgt prijs. Nee, je krijgt geen prijs hier. Alles dat je wint, je krijgt prijs. Gilly? Hoe weet je? Je denkt dat je weet alles. Maar je gaat delen als je... Je hoofd, je hersen is over datum. Zo, je kan niet bedenken. Als ik het win, gaan we delen, ja? Als ik wil... Jullie weten nog niet eens wat jullie gaan doen en jullie claimen beide die titel al. Oh, dus jij bent competitief. Ja, Appa houdt van winnen. Yeah. Oké, okay. Are you a sore loser, Appa? I never lose. Are you a sore winner? Yeah. Dus dat je winnen dat je zegt, ha. Als net een win, ik win. Als net een win heb je, ja, tuurlijk. Ja. Yeah. Dat is jouw product. Dus yeah, je hebt dat gewonnen. Nu ben ik product. Yeah. Luister, ik ga een paar vragen stellen. Gewoon om te kijken hoe goed jullie elkaar kennen. En I need you to be real in your answer. Okay. Er kunnen maar twee antwoorden zijn. Appa. Yeah. Of nette. Dat is het. Yeah. Ik heb hier twee bordjes. Deze is voor jou, hou hem voor je. Okay. Deze is voor jou, Appa. Ja. Hou hem voor je. Oh, ja. Dus dit is Appa. Zo. Ja. Dus we houden de bord op je tafel. Zo. Ja, nee, dat hangt er vanaf wat de afvraag is inderdaad. En dat draai je hem om. Ja. Want ik ga jullie een paar vragen stellen. En wie jij denkt dat dat is, draaien, moet je draaien. En niet naar elkaars bordje krijgen. Ik moet dat altijd zeggen, omdat je neigt altijd te kijken, oeh, wat zegt die? Maar gewoon... jouw antwoord geven en dan kan je eventueel piepen als je het niet kan laten. Ja? Zullen we beginnen? Ik heb er nog geen vraag voor bedacht. Misschien aan het eind. Ik bedoel, nog geen naam voor bedacht, zoals je vroeg. Okay. Misschien aan het eind. Misschien kunnen jullie me helpen denken. Okay. Voor nu, de questions. Hoe goed kunnen Appa en Nette elkaar? Eerste vraag. Wie hier aan tafel is het koppigst, papa of dochter? Appa sowieso. Appa, beide aan. Je weet dit van jezelf, Appa. En je doet er niets aan. Je zegt, het blijft gewoon zo. Ja. Omdat jouw dochter ooit heeft gezegd, papa, blijf precies hoe je bent. Wat maakt Appa zo koppig? Waar is die koppig in? Dat is niet. Helemaal niet. Nee, je moet geen uitleg geven. Je bent gewoon fout. Je bent fout. Hij geeft ook niet toe en zo. Appa? Ja. Nee, het valt niet. Nee, laat hem. Okay. Nee, hij weet het. Hij hoeft niet eens over gelukkig te hebben. He knows this. En hij is zo trots op als ik naar hem kijk. Hij is koppig hoor. Oké, nice. Oké. Wie hier gaat er beter met geld om? Nette. Ah, ik hou ervan hoe jullie elkaar kennen. Jullie kennen elkaar goed. Nette. Ja. Oh, dat ben jij. Dat is jouw afdeling. Ja, dat is mijn afdeling. Want als je het bij Appa zou laten, dan... Is het op? Waar besteed je money aan, Appa? Wat is jouw ding, jouw dingetje waarin je geld, veel geld in steekt? Ik hou van het huis versieren. Oh ja? Te kopen. Interior. Hij is van een good time, huisding. Weet je wel. Dus dan denkt hij niet aan... Weet je, volgende week moeten we dit doen. Nee, good time. Oh, ga die spijrups halen, babbetjes. Nee, we hebben nog aardappels en zo nog, hier. Nee. Oké. Koelkastvol, eten, drinken. Oh, dat is belangrijk, koelkastvol, ja toch? I love it. En je houdt ook van koken, Appa. Oeh, maar dat kan duur uitvallen op een gegeven moment, hè? Daarom zeg ik. Spijrups, al dat soort dingen, deze dingen. Ja, natuurlijk. Oké. Shalom. Oh, de lekker, man. Oké. Al is het maar een klein beetje. Wie van jullie is het meest veranderd door die internet fame? Appa weer. En hij weet het. Dat ben ik. Appa. Ja, Appa. Heb je Appa gevraagd? Ja, Appa. Heeft het toch een beetje impact gehad op jou, Appa? Ja. Laat me eens aan jou vragen. Maar ook, ik hou van hoe Appa trots antwoord. Ja. En dan. Ja. Maar waarin is hij veranderd? Appa houdt gewoon van die liefde. Hij houdt van die shine. Kijk. Ik hou van Rotterdam. Maar nu denk ik even twee keer van, ga ik even naar Rotterdam. Oh ja, want daar is jullie doelgroep. Ja, Rotterdam, wij worden het meest herkend in Rotterdam. Boef. Oh, Rotterdam om chillen. Het meest. Ja. Ze herkennen 1, 2, 3. Dat is jullie stad. Ja, en als ik het aankomt hou van Rotterdam. Van de supporters. Ja, onze supporters. Ja. En ik hou van Rotterdam. Dus mijn peetmoeder woont ook daar. Ja. Dus mijn appa... Hij is van, ja, kom, iedereen. Het is niet erg, we houden van jullie. En soms heb jij geen zin. En ik ben van,
Ga naar mijn destination en ga weer terug. Ja. Appa is nee, we moeten ruimte maken voor de supporters. Ja, de mensen willen praten. Appa kondigt zichzelf aan. Dames en heren, Appa. Appa is er. En dan loopt hij. Een keer was ik bij Rotterdam. Ja. En twee jongen, ze staan met mij te praten. Maar ze wil... Ik zei, oké. En wat ga je... Ze wil ook spelletjes spelen. Ze zei, oké, jullie gaan racen. Weet je dat de hele mensen bij Rotterdam, al die mensen was train, laten gaan. Laat de trein gewoon gaan om te kijken hoe ze gingen racen. Ja. Onder begeleiding van Appa. En voor wat? Voor Appa een hoggetje. Gewoon voor een hog, oké. Maar ja, het is niet erg hoor. Hij is niet veranderd in de zin van capsones of zo. Nee. Dat sowieso niet. Maar hij omarmt gewoon die shine. Hij vindt het gezellig, hij vindt het leuk. Iedereen komt er maar bij. En te bedenken dat je eerst ging ergeren dat ze steeds ging filmen. Maar kijk wat het je heeft gebracht. Want iedereen houdt van Appa. Oké. Wie van jullie wordt er het snelst emotioneel? Nette. I'm an emotional gangster. Ja. Oh, emotional gangster. Dat is, probeert gangster. Het goed te praten. Net hebben we daar een beetje voorproefje van kunnen krijgen. Maar ja? Ik vind het niet erg om emotioneel te zijn. Nee, is het ook niet. Absoluut niet. Het is niet erg om mijn gevoelens te laten zien. En als ik van je hou, hou ik van je. Je mag me... in alle manieren zien. Oké, okay, I love it. Als je gekwetst, laat ik je ook gelijk weten. Ook je hebt me gekwetst. Ja, maar als ik je gelukkig maak, dan laat je het ook zien. Oh, tuurlijk. Oké. Okay. Tuurlijk. Verberg jij je gevoelens, Appa? Ben je een stereotype man? Stereotype Caribische man ook nog? Niet zo erg. Je laat niet gevoelens zien? Jawel. Oh, dat wel. Jawel, wanneer het echt... Wanneer je hoort me echt, het laat je zien. Ja, je laat het weten. Ik denk als je echt Appa kent, weet je wel wanneer hij schakelt. Ah. Ik denk, als je hem net pas kan zien, dat niet zo erg, maar ik kan wel. Of zijn kinderen zullen allemaal zien wanneer hij gewoon schakelt van emoties. Dus bepaalde dingen wat hij doet en hoe hij is, dat kan je gelijk zien. Dus, nee, je kan het niet verbergen. Tenminste niet van. Dan weet je dat. Mocht je dat denken, het lukt niet, Appa. Het lukt niet. Het lukt niet. Oké. Dan, we hadden het aan het begin over. Hè. Jullie komen dan online en dan komen er buitenstanders die er by the way niet toe doen. Maar dat komt erbij. Wie van jullie twee geeft het meest om meningen van anderen? Annette, toch? Ja. Ah. Really? Ja. Oh, like hey, maar dit gaat lekker. Hè. Tot nu toe is er geen afwijkende antwoorden. Dus jullie kennen elkaar goed. Is een good thing. Jij wou dat hij hier ging liegen. You could have chosen yourself. Want hij geeft ook om de meningen. Maar de vraag was, wie geeft het meest? Oh, yeah. Nee, hij don't give niet. A F. Nee, hij... Helemaal niet. Hem lukt het goed. Dus hij is goed erin, in die social media regels van... Hey, niet naar kijken of niet omgeven, helemaal niet. Kijk. Maar jij nog steeds op de dag van vandaag? Nee, het is van de dag van vandaag niet zo erg meer zoals... Ik denk dit is meer gebaseerd op vroeger. Mm-hmm. Want nu heb ik ook zoiets van, het interesseert me niet. Ja. Maar... En hij had het nooit. Dus ik denk, daarom kiezen we deze antwoord. Ah, vroeger was ik degene die ermee zat van... Appa, kijk, ze noemen me zo. Je moet ze zeggen dat het niet zo is. Ik ging hem echt zeggen, Appa, je moet je moet ik zeggen. Niet zo is. Laat ze weten maar, dat het niet zo is. Nooit dat hij het heeft gedaan of zo. Ja. Hij denkt altijd van, ja... Mensen zijn er zelf achtergekomen van... Oh, wacht, ik zie wat dit is. Ja. Ah, nu, dat is wat ik zeg toch, want pure liefde spat er van af. Als je goed kijkt, ik had het gelijk door. Ik had dat gelijk maar door. Maar nu is het niet meer zo, hoor. Ja. Zodra, nu als we wat schrijven, dan denk ik, ja, is goed, hoor. Ja. Zodra iemand komt met... Kijk, nu doe aan zichzelf niet. Zodra iemand komt met een foute... Opmerken, iets negatief of schelden of iets. De supporters die ook... Oh, jullie hebben jullie eigen moderator, zegt ze. Die pakken het aan. En zo hoort het. Vandaag ja. Dan weet je dat je iets goeds hebt neergezet wanneer je supporters het gaan doen. Dus nu denk ik, laat me gaan. Ja. Jullie hebben de mensen... De Madness Gang. De Madness Gang. Oké. Hey, de Madness Gang gaat dit ook supporten, toch? Wat we hier nu aan het doen zijn. Deel, share, like. Ik ben weer schaamteloos promotie. Gilly Love Line, make sure you check him out. Hey. Liefde. Oké. Wie van jullie is het vergeetachtigst? Ik weet niet of dat Nederlands is, maar je weet wat ik bedoel. Jullie kennen elkaar goed.
appa en appa. Appa, wat vergeet je zo? Wat heb je zo in je hoofd dan? Soms alles. Huh? Soms moet ik haar 2-3 keer vragen. Schrijf het af. Bel me, herhaal me, app me. In mijn lijf, ik zeg altijd, appa is 68. Oh ja, want je lijkt er niet op. Maar is dat een leeftijdding of is dat was hij altijd vergeetachtig? Nee, altijd. Altijd hij geweest. Hij herinnert wat hij wilt herinneren. Dat is het. Hij herinnert wat hij wilt herinneren. Dus ja, hij vergeet gewoon. En wie moet zich op alles bijhouden? Nette. Nette. En jullie gaan lekker nu, hè? Dus als het gaat om of jullie elkaar goed kennen, nou, dit wordt bewezen. Best friends. Wie van jullie doet het meeste uitspraken die je beter voor jezelf kan houden? Hey, eindelijk zijn we er. Nette zegt nette, appa zegt appa. Ja. Maar je noemt jijzelf en jij noemt ook jezelf. Ja. Dus jullie doen beide uitspraken waarvan je denkt van... Ja? Ja. Ja? Ja. Heb je een voorbeeld die gelijk bij je opkomt? Of, Ja, wel. Zeg dan. Wat heb je gezegd, appa? Een keer. Nee, gewoon zeggen. Dat ik wat heb gezegd. Een uitspraak die, waarvan je denkt van... kon ik beter voor me houden? De tijd dat ik heb gezegd, nou je kunt. Ja. Wat heeft hij gezegd? Ik zei tegen hem van, op live waren we. En ik zei, oh live, ja, dat draai je niet meer terug. Tegen hem, ik wil nog een kind. En wat zei je? Ga bij de machinist en nou je kunt. Oké, appa, ja, dat is inderdaad. Jullie hebben kijkers van verschillende leeftijden waarschijnlijk. Ja, ja. Hey, maar ook dat is een appa quote. Dat is echt appa. Het komt ook uit niets, maar je moet het gezicht. Oh, iedereen. Ik heb het niet gezien, maar ik zie het af om na je kut. Nee, iedereen, maar iedereen ging lachen. Okay. En nou, als appa zo eerlijk was om eentje te delen, je uitspraak van jou dan of van jezelf? Ja, maar die zijn niet live. Ik ben gewoon... Oh, dit is gewoon in het leven, gewoon ja, dat jij dingen zegt. Oké, okay. Dat ja, je zegt van... Want je bent emotioneel. Ja. En dan kan je dingen zeggen, inderdaad, waarvan je achteraf denkt van... Had ik misschien niet moeten zeggen. Ja, ja. Maar ja, ik heb mezelf al geleerd, je moet dingen niet in emoties zeggen, want die komen echt hard aan. Dus nu tel jij ook tot 10? Tot 5. Tot 5, oké, oké, oké. Beginfase. Oké, 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 mooi. Hebben jullie naar jullie zin? Want we gaan verder. We hebben eindelijk eentje die afwijkt, ja, hè? Eentje. Het mooie daarin is dat hij niet nette zei en jij appa, maar jij zei nee, dit is nette en hij zei dit is appa. En het ging over die uitspraak. Oké. Na een meningsverschil of een ruzie en jullie kibbelen vaak, wie zegt als eerst, hey, het spijt me? Dit vind ik mooi. Appa, nette zegt appa, appa zegt nette. Ja, vind je? Weet je? Ja, je altijd bent, die tijd kwam je echt. Ja? Ja, maar ik doe het niet zo. Nee, dat is het niet. Ik bedij hem. Je bedij hem. Ja. Maar jij zegt, appa biedt als eerste excuses aan. Appa is niet de type die zegt, ja. Letterlijk de woorden. Sorry. Ja. Maar hij is van, hij belt. Ja, kom je naar me toe. En dat is excuses. Ja. Maar hij weet, mijn zwakte is eten. Eten. Mijn love language is food. Dus hij, ja, ik ga... meestal is mijn favoriete gerecht. Ja, ga pak je met rijst en bonen maken met bakbananen en salade. Ik zeg, ja, goed, ik kom. Dan zeg je boos, ik kom. Je eet boos. Je lik je vingers boos. Nee, dan is het gelijk. Dan is het al goed. Ja. Dat is het. Dus nooit lang. Ja, ja, ja. Oké, oké. Nu is het bijna misschien... 5 minuten. Momentje. Even een moment. Tot de volgende ruzie en die duurt ook 5 minuten. Ja, ja, ja. Nice. Oké. Wie is netter in het huishouden? Wie is netter in het huishouden? Epa, schoonmaken. Epa. Appa. Oh, appa, jij klimt niet zitten. Epa. Zo van dat soort mannen. Ik ook. Ik maak geen grap met schoonmaken. Nee, laat het niet... Niemand zegt dat jij slordig bent. Niemand zegt dat jij slordig bent. Nee, maar de vraag was, wie is het netter? Appa maakt en jij elke heet dag ook nog netter. Schoon. Hij maakt elke dag schoon. Elke dag. Er is niks op de grond. Je ziet appa met een bezem. Appa, luister. Je kan een drup of water op mijn. Appa, ik ben dinges, hè? Een heteroseksuele man. Ik val op vrouwen. Ja. Maar jij bent hubby material. Ja of nee? Hij maakt schoon. Hij jobt jewels. Hij heeft altijd advies. Hij staat voor je klaar. Ja. Hij is romantisch, wat jij dan weer belangrijk vindt. Ja, hij is husband material. Toch wel?
Maar ik zie je twijfelen. Nee, hij is hard weg. Of is het appa een snoeper? Hij was een snoeper, hij is geen snoeper. Geen snoeper meer. Okay. Nee, hij is veranderd. Oké. Okay. We veranderen allemaal op een leeftijd. Ja. Oké. Hij was een snoeper, hij is geen snoeper. Want schoonmaken. Ik ben schoner dan de gemiddelde vrouw, hè? Ik maak beter schoon dan de gemiddelde vrouw. Als ik vergelijk... Dat is heel goed. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dus wij zijn van dezelfde tribe. En een vrouw je deur openmaken. Zo zie je hoe iemand is. Ja. Dus je moet vragen. En bij mij, appa, gaat niet eens om mijn vrouw. Gaat om mezelf. Ik voel me gewoon niet lekker. Ja. Je wilt naar huis gaan. Als ik drink, je huis roep je. Appa, als ik zit, ik drink, ik kijk tv. Dat ding is leeg, het moet direct weg. Ik kan niet gewoon rusten, dat ding stoort me. Zeg wanneer we eten. Ja, dat ding stoort me. Heb je dat ook te hebben begrijpen elkaar? Dat ding stoort me gewoon. Ik heb een bord net gegeten. Nee. Gelijk weg, het stoort mij. Ja. Ik weet niet. Nee, het stoort. Nee. Zelf dat niet. Ik had laatst een hele discussie met hem aan tafel. Hoezo ruim je op? Ik ook. Opruimen. Ik dacht dat ik alleen was. Wassen, borden droog maken, wax zetten. Ja. Ding. Okay. Dan laten we zitten chillen, drinken, muziek spelen. Daarna inderdaad, we begrijpen elkaar. Daarna lachen en buikzakken. Naar huis gaan, een gebed. I love it. Lekker naar huis gaan. Ja. I love it. Ik denk dat ik het al weet, want het werd net een beetje gerepresent. Maar wie kookt het lekkerst? Hai. Of moet ik dat aan Mina vragen? Wacht even, denk rustig na, niet afkijken. Nee, hij kookt het lekkerst. Het is toch appa? Ah, tuurlijk. Oké, het is appa. Geen twijfel. Ik kan koken, maar appa is de chef. Appa is heel de chef. Dit is steward, I'm the chef. Ah, oké, zie. Laatste. Maak het moeilijk. Gaat niet lukken. Okay. Ik maak het mooi. Ik ga het mooi maken. Hangt van het antwoord of by the way. Maar wie van jullie zegt het meest tegen het ander? Ik hou van je. Appa weer. Appa, aan het begin zei je, ik ga sowieso weg met die prijs. En dan denk je dit. Appa weer, ja? Dan is hij toch emotioneler, hè? Tenminste, als het gaat om zeggen ik... Hij zegt het vaak. Ja, hij zegt het wel vaak. Heeft hij vandaag al gezegd? Nee. Oké. Kom nog. Meestal is vaak aan de telefoon of zo. Bij het ophangen of alles. Ja. Of vaak als we even aan de bank zijn en dan lig ik even tegen. Dan zegt hij, you're disgusting, you know, but I love you. Kijk, dat is leuk. Maar gewoon in het in die lijn. Hey, I love it, man. Jullie kennen elkaar goed. Ik ben blij dat jullie deze energie zijn komen brengen in Gilly's Love Line en zo open hebben gedeeld hoe dat is, die band van jullie. Ik ben dankbaar daarvoor. Dank jullie daarvoor. Was het goed voor je hart? Jawel. Heeft het je goed gedaan, appa? Ja. En ik ben blij dat ik kennis met jullie heb kunnen maken. En het is niet dat ik op zoek ben naar matties, want ik ben eigenlijk niet van de... Maar jullie zijn mijn matties bij deze. Ja? Oké, krijg ik dat terug? Natuurlijk. Dat is wat ik wil horen. Ik ben nu onderdeel van de Madness Gang. Daarover gesproken, als we meer van jullie willen zien, jullie willen volgen, wat kunnen we dat doen? Neem contact met Netta, alles komt goed. Ja, wil je ons volgen, dan kan je op Nette Madness kijken op Facebook, Instagram en TikTok. We zijn ook te vinden op Snapchat. En wil je lachen, kom eens kijken. En is dat gewoon onder Madness Gang? Nette Madness Gang. Hey. De hele toren, I love it. Volg ze, leuke mensen, good vibe. Vader en dochter, liefde hier in Gilly's Love Line. En ik heb het eerder gezegd, maar ik kan er nooit te veel zeggen. Shit, volg mij ook @ Gilly Rutu op Instagram, Gilly's Love Line op Facebook, YouTube. En zoals ik altijd zeg, en zoals je ziet, if it ain't about love, it ain't about nothing. Tot de volgende date, jij. Hey, dat is hem. Dank je wel. Dat is heel leuk. Mooi man. Ik vond het ook heel leuk.